Amsterdam. Ja, goedenavond allemaal. Hartelijk welkom. Welkom in de Bali. Welkom bij Onder Amsterdammers, de maandelijkse politieke talkshow van de Bali. Waarin we elke maand een wethouder uitdagen om te praten over zijn of haar portefeuilles. En u raadt het al, en u had het ongetwijfeld al gezien, dat is vanavond wethouder Sharon Dijksma. We zijn vanavond ook live te zien op AT5 en via de livestream. Dus alles wat u zegt, blijft niet onder ons. Dat is goed om te weten. Hè? Als u uw vragen stelt, dan heeft u een miljoenen publiek te pakken. Dus houd dat in uw achterhoofd als u nadenkt over die vraag, want die moet dan erg goed zijn. Mijn naam is Tim Wagemakers, ik ben programmamaker bij de Bali en vanavond is mijn taak u door de avond heen te leiden. En ik moet zeggen dat ik dat ontzettend leuk vind om te doen, omdat we volgens mij over belangrijke onderwerpen praten op een belangrijk moment. In de aanloop naar deze gesprekken vraag ik altijd aan een aantal mensen van, goh, wat zou je nou belangrijk vinden om vanavond te bespreken? En er was één iemand, hij zit hier ook, Bob Maas, waar zit hij? Ja, die zei tegen mij, en dat was wel aardig, als je het hebt over verkeer, vervoer, mobiliteit, dat is eigenlijk het smeermiddel voor heel veel onderwerpen in de stad. Ik bedoel, als je het hebt over de woningmarkt, gaat dat ook over de toegankelijkheid. Als je het hebt over wat je wilt doen op het water, op de grachten, gaat dat over leefbaarheid, maar ook over wat wil je met de stad en voor wie kies je? Wie mag er wel, wie mag er niet op die grachten van ons? En het gaat zelfs over milieu. Want nou ja, we hoeven denk ik niet over fijnstof te hebben en de effecten die dat heeft in de stad. Dus daar zullen we ook hard mee aan de slag moeten. En het is ook een belangrijk moment omdat zo'n college het eerste jaar, dat is veel nog bedenken wat de plannen zijn. Er ligt dan een coalitieakkoord, daar gaan we daarover praten. Maar op een gegeven moment beginnen die plannen zich langzaam uit te kristalliseren. En dat is zeker het geval bij deze wethouder. U zult ongetwijfeld al wat maatregelen gezien hebben die de stad genomen heeft. De parkeertarieven zijn omhoog gegaan. De snorscooter is naar het fietspad verplaatst. De agenda Autoluw wordt nu een start meegemaakt om daar gesprekken mee te voeren door de hele stad. Goedenavond. En s'nachts tussen 11 en 7 is er bijvoorbeeld een stop op het varen door de grachten. Het zijn allemaal dingen die, waarvan het effect de komende maand, volgens mij vanaf april de meeste ook, en sommige zijn al effectief, effect hebben. En waar we het vanavond over gaan hebben. Maar wat eigenlijk interessanter is volgens mij, is de vragen die daaronder liggen. Namelijk, waar wil je naartoe met de stad? Voor wie kies je? En hoe ga je dat vervolgens doen? En daar gaan we het vanavond voornamelijk over hebben. Dat gaan we doen in, ik zal zo meteen eerst even kort met de wethouder alleen spreken. Daarna hebben we twee panelgesprekken. In het eerste gesprek gaan we het hebben over de, een beetje tussen aanhalingstekens, nieuwe spelers. Want veel van die spelers zijn al best een tijd actief. Dan gaan we praten met journalist Jeroen van Bergijk, die zich liet omscholen tot Uberchauffeur. We gaan praten met Erik Rutte, Chief Financial Officer in Goed Amsterdams, financiële man van Snapcar. En met hun gaan we praten over hoe ga je nou als stadsbestuur om met die nieuwe spelers? Waar geef je ruimte en waar wil je toch echt de regie behouden? In het tweede panelgesprek praten we via de ingang van de agenda Autoluw wat breder over leefbaarheid en toegankelijkheid van de stad. En dat doen we met iemand die ongetwijfeld wel bekend is, al is het maar misschien dat u bij de Schelte maar af en toe in de top 10 van boeken kijkt. Daar staat hij nog steeds, hè? Ja, van wie is de stad? Al een jaar lang. Floor Milikowski. En we praten daarover met econoom Koen Teunings. Na elk panelgesprek is er ruimte voor vragen. Het eerste keer is dat wat korter en aan het eind mag u helemaal los. Vragen werken als volgt. Ik kom dan even naar u toe met de microfoon, want we hebben een livestream. Dan kunnen de mensen thuis het ook volgen. Dat is misschien wel zo handig. En we sluiten de avond af met singer-songdichter Myrthe Hartland, die voor deze avond een stuk heeft uitgekozen. Het is mijn taak, dat is de andere belangrijke taak. Ik weet dat we zijn met best wat mensen dat niet alle vragen gesteld kunnen worden. Maar wij hebben een goede traditie, dat is de derde helft. En die is aan de bar. Dus onze sprekers blijven vaak nog even hangen. En het is mijn taak om u daar ook op tijd te krijgen. Dus rond 9:45 begeleid ik u naar de bar en kunnen we daar nog even doorpraten. U mag naar binnen komen hoor. Ja, hartelijk welkom. Ja, u hoeft niet te rennen. We hebben nog even. Maar laten we dan vooral snel beginnen. Ze is wethouder verkeer, vervoer, water en luchtkwaliteit. Geef haar een warm applaus. Sharon Dijksma. Mag je naast me komen zitten? Ja. Hartelijk welkom. Ja. 3/4 jaar nu, hè, in Amsterdam? Yep. Voelt u zich al Amsterdammer? Zeker. Wat is dat dan?
Dat is, aan de ene kant ben je inwoner van een toch wel echte wereldstad met een heel luid kloppend hart. En daar word je langzaam maar zeker echt onderdeel van het ritme ook van die stad. En aan de andere kant hoop ik toch ook wel iets van de Amsterdamse frivoliteit mee te kunnen pakken, want het bevalt mij wel. Het bevalt u wel? Ja, zeker. Waar merkt u dat dan in uw dossiers, de frivoliteit? Dat er heel veel lef is onder de bewoners om dingen echt te veranderen. We hadden net Koen Teulings en ik heel even in het voorgesprek over. In Amsterdam kunnen dingen die in andere steden niet kunnen. Soms zien we natuurlijk ook de keerzijde daarvan. Er zijn ook dingen die hier kunnen waarvan je moet afvragen of we dat nog wel willen. Ja, is er dan meteen iets waar u op doelt? Nou, de overlast die er natuurlijk soms ook is van al die drukte. Die wordt door mensen bijvoorbeeld in het hart van de stad en op andere plekken wel degelijk ervaren als een probleem. Ja. En het is zo dat, ik noemde het al even, hè, die mobiliteit, dat is een soort smeermiddel voor heel veel onderwerpen. U bent hier niet onvoorbereid naartoe gekomen, volgens mij. Tenminste, als ik u een beetje inschat, bent u iemand die ziet, wat kan ik daar op dat dossier toevoegen? Wat is dan voor u hetgene wat op het spel staat, waarom u dacht, die uitdaging wil ik wel aangaan? Nou, kijk, om te beginnen is het onderwerp iets wat gewoon ook heel erg bij mij past. Wat ik ontzettend leuk vond alle jaren dat ik als bestuurder aan de slag was op het terrein van verkeer en vervoer, milieu. Dat waren onderwerpen waar mijn hart lag. En als je daar ergens aan de slag kan, dan is dat in een stad als Amsterdam. Omdat het college ook de komende tijd heel veel dingen wil veranderen. Dus je bent hier niet om op de winkel te passen. En dat is iets wat ik heel prettig vind. Maar wat staat er op het spel dan in de stad? De leefbaarheid van de stad. Die de bereikbaarheid, die staan onder druk. De luchtkwaliteit is echt een probleem. Zowel in Rotterdam als in Amsterdam zijn er nog steeds straten waar we niet eens aan de Europese norm voor luchtkwaliteit voldoen. En dan heb ik het niet over de norm waar de Wereldgezondheidsorganisatie ons eigenlijk naartoe zou willen hebben. Ja. Dus dat is echt een probleem en dat moet worden opgelost. En als u hier dan gekomen bent, misschien toch wel met een missie om daar iets aan bij te dragen. Nogmaals, volgens mij bent u iemand die wat verder plant, wat meer aan de lange termijn denkt. Misschien dat u over 2 jaar nog wel denkt, ik ga nog 4 jaar door als het me gegund is. Maar tegelijkertijd, als u dan misschien die deur van de Stopera dichtslaat, wat hoopt u dan? Wat is dan het belangrijkste doel waarvan u hoopt dat daar verandering in gebracht is? Ik hoop dat uiteindelijk een heleboel van de ambities die in het collegeakkoord hebben gestaan, waar heel veel mensen ook hartstochtelijk voorstander van zijn, wat ik heel mooi vind, dat die ook verwezenlijkt worden. Kost wel tijd. Het is dus niet zo, soms lees ik wel eens van, we zijn nu 3/4 jaar verder en er is nog niks veranderd. Nou, dat is A niet waar. Volgens mij in jouw eigen introductie gaf je een aantal maatregelen aan die al genomen zijn, waarmee dat eerste verschil al gemaakt wordt. Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. Dat kost wel tijd. Als je het ziet als, sorry voor de vervuilende metafoor, maar als een olietanker, die stad, hè, die een beetje. Ja, dan verleg je de koers een paar graden. En dat betekent zeker op de lange termijn natuurlijk heel veel. En waar ik niet op gerekend had, maar wat wel denk ik een van mijn belangrijkste bijdragen hoop ik kan zijn, is het onderwerp achterstallig onderhoud. Ja. Dus ik kwam hier met het idee van we gaan heel veel dingen doen op het terrein van het autoluwer maken van de stad, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het veel meer naar voren halen van de belangen van de fietsers en de voetgangers. Maar ergens snel na mijn aantreden kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat er misschien nog een andere taak bij kwam die minstens zo belangrijk is. Ja, de kades en de bruggen, want die zijn in hele slechte staat. Ja. Ik geloof minstens 10 kilometer in de stad is in zeer slechte staat. Zeer slechte staat. Honderden miljoenen euro's gaat dat kosten. Verontrustende staat. En dat betekent dat de hele basisinfrastructuur van deze stad onder enorme druk staat. En die is jarenlang verwaarloosd. En eraan bijdragen dat we tenminste het fundament van ons huis letterlijk weer op orde krijgen. Dat is, hoop ik, een bijdrage die voor de langere termijn echt enorme betekenis kan hebben. En daarvoor is nodig dat dat niet alleen een missie van mij is of van het college, maar eigenlijk raadsbreed en in de stad ook als zodanig wordt ervaren. Maar goed, ik lees dat dan ook en dan denk ik, goh, ik zie allemaal plannen die u heeft. En tegelijkertijd moet u ergens honderden miljoenen euro's vandaan toveren. Ja. Doorkruist dat niet al die andere plannen? Is dit niet het deltaplan kades moet nu komen en de rest moet maar even wachten? Voor een deel versterken de plannen elkaar. Op het moment dat je ziet dat op bepaalde kwetsbare kaders er gewoon te veel
asbelasting is, te veel zware voertuigen langskomen, te veel geparkeerde auto's staan, dan kan natuurlijk jouw agenda autoluw ook wel een bijdrage leveren aan ook het oplossen voor een deel van dat probleem. Ja. Dus niet alles is met elkaar in tegenspraak. En de kunst zal zijn om juist ook in die agenda's de dingen te vinden die elkaar juist versterken. Het is wel waar dat financieel gezien natuurlijk gewoon minder geld zal zijn voor een heleboel fantastische, grootse en meeslepende projecten. En wat betekent dat dan, dat nu niet kan gebeuren? Nou, daar moeten we in de komende maanden echt keuzes in gaan maken. Want niet alles kan tegelijk. En dat is niet eens alleen maar een financieel probleem. Maar wat je merkt, in ieder geval wat ik merk nu, is dat aannemers in deze stad gewoon zoveel werk op zich af zien komen, dat ze het of niet eens allemaal tegelijk aankunnen, dat de prijzen op dit moment in de markt ook door het plafond heen schieten, waardoor projecten ook daardoor alleen al duurder worden. Zij ook makkelijker kunnen kiezen welk werk doen we wel en niet. En dus die stad die is volop in beweging, die groeit als kool. En tegelijkertijd hebben we die fundering die als het ware gewoon aan onderhoud onderhevig moet zijn. En die letterlijk onder druk staat. En als we niet uitkijken, bezwijkt. Ja. Dus ja, dat is ook voor bestuurders een kwestie van scherpe keuzes maken. En dat gaan we met elkaar de komende maanden ook doen. U was hier vier dagen wethouder. En toen kwam u hier voor een avond over de Noord-Zuidlijn, die nu rijdt. En toen vroeg ik u van, een van de belangrijkste dingen die een wethouder verkeer en vervoer moet doen, is ook praten met het Rijk rondom keuzes en daar ook lobbyen misschien. En toen vroeg ik aan u, toen zei ik, wat wilt u daar roepen? Toen zei u, ik ben niet zo van het roepen, je moet fluisteren in Den Haag, dat werkt beter. Ja. Maar u fluisterde toen wel, show me the money. Ja. Hoe staat het daarmee? Is dat ook iets wat voor die kaders belangrijk is? Of is dat iets wat Amsterdam zelf kan dragen? Nou, zelf dragen zal voor een deel moeten, omdat het uiteindelijk ook onze eigen verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat we onze zaak op orde hebben. En op het moment dat het kan en mogelijk is om daar ook bijdrage van anderen voor te krijgen, zullen we dat zeker niet laten. Maar het begint er toch wel mee dat als je zoveel jaren eigenlijk niet voldoende hebt gezorgd voor je eigen stad, dat je om te beginnen gewoon eerst zelf die verantwoordelijkheid pakt, in plaats van meteen al over de heg te gluren naar iemand anders die het misschien voor jou kan betalen. Ik vind dat persoonlijk ook in een lobby niet een heel sterke zet als je dat doet. Nee. Maar toen u het hoorde, we hoeven niet helemaal naar de keukentafel waar u het hoorde hoor, maar toch, ik kan me voorstellen, het zijn twee opties. Of u dacht, ik ga het woord niet zeggen, dat is vervelend. Ja. En dat doorkruist mijn plannen een beetje. Ik kan me ook voorstellen, volgens mij, u bent een politiek iemand, dat ik denk, dat is ook een extra argument om misschien toch wel echt even die grote verandering die de stad nodig heeft, ook rondom autoluw in gang te zetten. Want het zal nu wel moeten. Nou, dat zou ook wel weer cynisch zijn. Uiteindelijk is het vooral toch echt een grote zorg. Omdat die 10 kilometer kade er echt beroerd aan toe is. En we een aantal keren meegemaakt hebben dat er ook incidenten waren die gewoon niet fijn zijn. En dat wens je de stad niet toe. Dat verdient deze stad ook helemaal niet. En dat is ook voor bestuurders vooral enorme zorg. Dat zijn de dingen waar je 's nachts ook wakker van kan liggen. Tegelijkertijd moet je natuurlijk wel verder. En dat betekent dat ik altijd wel op zoek zal gaan naar de mogelijkheden om de dingen die ik graag wil veranderen, waar we ook een mandaat voor hebben gekregen in de Raad om ermee aan de slag te gaan, waar kiezers zich ook voor uitgesproken hebben, om die ook wel in de vaart mee te nemen. Ja. En als er dus argumenten zijn extra om die agenda autoluw kracht bij te zetten, en er noodzaak is om dat ook te doen op bepaalde plekken, dan moeten we dat ook weer niet laten. Dus ik zal dat wel doen. Waar gaan we dit de komende weken zien? Dat we echt hier aan de slag gaan? Want het klinkt alsof het elk moment moet gebeuren. Nou, we zijn al aan de slag. Hè. Ja. Er zijn natuurlijk al plekken in de stad waar nooddamwanden staan. Er zijn al bruggen waar we bepaald vervoer niet meer over toestaan. Dus dat is iets wat echt in de komende maanden alleen maar meer zichtbaar zal gaan worden. En ondertussen zijn we ook in de gemeente zelf onze eigen organisatie zo aan het herinrichten. Dat we dit ook veel beter kunnen dragen en aankunnen. Ja. Want het is natuurlijk ook voor de gemeente een nieuwe opgave. We zijn natuurlijk altijd al wel aan de slag met die kaders en de brug. Dat is niet nieuw. Maar de omvang en de urgentie, die zijn wel. Maar dat is toch eigenlijk ongelooflijk. U komt hier binnen en binnen 3 maanden heeft u iets gezien wat blijkbaar niemand gezien heeft. U heeft gevraagd om dat rapport.
Ja, maar dus niet, dit is, ik bedoel, het zou mooi zijn om dat allemaal naar mij toe te halen, maar dat zou ik niet fair vinden. Want dit rapport is voor een deel ook voortgekomen uit eerdere problemen die er met onze wegtunnels waren. Daar hebben we het nu nog niet over gehad, maar die komen er ook nog aan. Ik waarschuw alvast maar, dat gaat ook geld kosten. En dat rapport, dat liet eigenlijk daar zien dat niet alleen Amsterdam, maar ook het Rijk en een aantal andere gemeenten te kampen hebben met problemen rondom de veiligheidswetgeving voor tunnels. Die is state of the art, maar wij voldoen niet op al die punten aan datgene wat er nu inmiddels in de wet zit. Nou, en daar vandaan heeft ook mijn voorganger al eerder gezegd, hey, hoe is dat nou gekomen dat deze situatie is ontstaan? En daar is dit uit voortgekomen. En daar is dit ook mede uit voortgekomen. En wat ik wel gedaan heb, is inderdaad ervoor zorgen dat dit zowel in het college, maar ook in de stad, door iedereen nu goed gehoord is. Want waar ik van geschrokken ben, is dat dit probleem op zichzelf niet nieuw is. De groep mensen die het onderzoek gedaan hebben, onder leiding van Pieter Kloo, die brengen ook haar fijn in beeld, dat halverwege de jaren 80 er al eerder hele slimme mensen waren die zeiden, hey, die kades en bruggen, daar moeten we misschien eens wat aan gaan doen. En vervolgens Ja, politiek niet sexy om daar dan. Nee, dat is niet sexy, omdat uiteindelijk onderhoud en beheer altijd onderwerpen zijn wat heel veel geld kost, maar waarbij je niks tussen aanhalingstekens nieuws brengt. En een nieuw project is altijd interessanter. Maar de les van dit verleden is dat dat misschien wel zo kan zijn, maar uiteindelijk toch echt heel erg slecht is om naar te luisteren. Dus je zult beheer en onderhoud gewoon veel belangrijker moeten maken over de hele linie. En daarin ook moeten uitleggen wat dat tot gevolg heeft met betrekking tot andere keuzes. Ja, en dus betekent het dat de, zeg maar het fundament van de bestaande stad niet veronachtzaamd mag worden ten gunste van het bouwen van de nieuwe stad. Ja. Ondertussen is er ook al een hoop gebeurd en is er ook al veel in gang gezet. We hebben een heel kort filmpje mee even te laten zien, uw overstap naar Amsterdam en wat er al in de afgelopen maanden is gebeurd. Laten we daar even naar kijken. Ik zou bijna willen zeggen, mevrouw Dijksma, wat doet u nu? Ik ga weg, ja. Waarom wethouder in Amsterdam? Omdat het waanzinnig leuk is, daarom. Hoe weet je dat nou? Nou, dat vermoeden had ik en ik ben het nu, ik geloof, 3 weken en dat blijkt het helemaal waar te zijn. Ja, het is gelijk het glas half vol en meteen we gaan er tegenaan, of niet? Ja, ik ben er wel meteen tegenaan gegaan, want ik dacht je moet gewoon met een vliegende start beginnen. Parkeertarieven die soms verdubbeld gaan worden in de stad en nooit meer 's nachts met je bootje door de grachten varen. Het zijn impopulaire beslissingen die de wethouder van verkeer en vervoer durft te nemen. Maar je begrijpt het al, dat doet ze natuurlijk allemaal voor u en voor de stad. Want leven en laten leven, dat is een mooi gezegde, maar dat is er inmiddels eigenlijk niet meer bij. Zeker niet als je als bewoner bijvoorbeeld langs die gracht woont. Oef. Nou, we hebben al eerder afgesproken dat zowel mensen van Uber als mensen van Amsterdam met elkaar om tafel gaan zitten. Want dat zijn natuurlijk geen vrijblijvende gesprekken. Zo zit ik in ieder geval niet aan tafel. Het fietspad wordt weer van de fietsers en de snorscooter volgt de routes van de bromfiets. Ik denk dat het echt goed is voor de verkeersveiligheid en ook voor de doorstroming op het fietspad. Dus en je zult dus ook met de veranderingen in de stad, ook rondom dat autoluw maken, echt heel precies moeten kijken van wat doe je nou precies waar en waar doe je iets bijvoorbeeld niet. En dat gaan we allemaal laten zien in de komende maanden. Ja. Dat gaan we allemaal zien de komende maand. Het is nu een maand verder, dus ik zal niet vragen waar hebben we dat kunnen zien. Dat is een beetje flauw. Het laatste misschien voor we naar het panel gaan. Hè? De haast is ook een beetje geboden, want de doelen zijn hoog. Als je in het coalitieakkoord kijkt, we willen 7.000 tot 10.000 parkeerplekken opheffen. We willen uitstootvrij voor 2025. We willen de maximumsnelheid naar 30 km per uur in woonstraten, 80 op de A10. Wat heeft nou u, als u nou op maandag tot slot van dit gedeelte het gemeentehuis inloopt, de hoogste prioriteit voor u, waarvan u zegt, daar ga ik nu komende maanden mee aan de slag en daar gaan we dit van zien. Ja, dat is niet één hoogste prioriteit. Nee, dat snap ik. U doet want, maar. Mijn maandagen zijn altijd al bomvol. En eigenlijk al die dingen die je net lang zag komen in het filmpje, daar werken we op dit moment allemaal hard aan. En voor een deel komt bijvoorbeeld de agenda autoluw in het najaar. Dus dat betekent dat er nu al gesprekken gestart zijn met de stad. En dat we heel veel ideeën inventariseren, komen we dan met voorstellen. We zullen voor de zomer nog komen met weer nieuwe ideeën over hoe je smart mobility, hoe je slimmere vormen van mobiliteit kunt organiseren. Dus ja, in die zin, ook voor ons geldt, frappe toujours, het is vol aan de bak en we komen met steeds weer nieuwe voorstellen
En dat komt omdat, wat je zegt, dat is echt helemaal waar. Je hebt eigenlijk altijd maar een beperkte periode. Het lijkt heel lang, 4 jaar. Maar het is eigenlijk heel kort. Ja. En mijn ervaring is, als je niet binnen het eerste jaar zo ongeveer, de eerste 1,5 jaar maximaal je agenda neerzet en ook over kan gaan tot uitvoering, dan mis je letterlijk de boot. Want dan ben je op een gegeven moment te laat, op het moment dat het op de uitvoering aankomt. Dus rond september, oktober, kunnen we een beetje gaan kijken wat u allemaal in gang heeft gezet. En dat zal vrij bepalend zijn voor... Nou, als je me nog net ietsjes meer tijd gunt. Ik weet dat haast is, maar zeg maar eind van dit jaar moeten een heleboel van de dingen waar we aan werken toch wel in de steiger staan. En dan kan het werk beginnen om ook met de uitvoering aan de slag te gaan. U maakt een mooi bruggetje, smart mobility. Daar gaan we het over hebben. Dus laten we vooral erin gaan duiken in die twee panelgesprekken. En ik zal ze aan u voorstellen. De eerste is journalist en schrijver, maar liet zich vorig jaar omscholen tot taxichauffeur voor Uber, waar hij 1,5 jaar voor werkte. In het boek Uber Leven beschreef hij zijn ervaringen. En hij schrok soms ook wel van zijn eigen werkomstandigheden eigenlijk. Geef hem een warm applaus, Jeroen van Bergijk. Ja, in Amsterdam, meer dan 5000 Amsterdammers lenen hun auto uit aan andere Amsterdammers. En in totaal werd er vorig jaar meer dan 50.000 keer gebruik van gemaakt. Als Chief Financial Officer, want dat is toch echt de officiële term, hoopt hij met Snapcar nog verder te groeien. Geef hem een warm applaus. Erik Rutte. Ja, smart mobility, deelmobiliteit, autodelen, mobility as a service. Het zijn allemaal interessante woorden, maar waar het uiteindelijk natuurlijk om gaat is al die nieuwe spelers die op die Amsterdamse wegen zijn, die waar we ons toe moeten verhouden, die je als consument kan gebruiken, maar die tegelijkertijd ook... Nou ja, een beroep doen op de ruimte die we hebben. Daar gaan we het over hebben, welke keuzes het stadsbestuur daar ook in moet maken. En we komen zo bij Snapcar, maar laten we beginnen met misschien wel de opvallendste speler waar we het afgelopen jaar over gehoord hebben. In ieder geval, en dat is Uber. Jeroen, jij hebt 1,5 jaar als Uber-chauffeur gewerkt. Hoe zou jij nu jouw houding tegenover Uber beschrijven? Wat is nu de status van Uber voor jou? Daar zit wel een ontwikkeling in. Ja, dat dacht ik al. Ik begon als fan van Uber en zo ging ik er eigenlijk in. Heel erg nieuwsgierig naar... ik had allemaal verhalen gelezen over dat Uber, het platform Uber, dat een soort blauwdruk was voor hoe werknemers met werkgevers omgingen. Dat beangstigde me, maar als ik een Uber nam, vond ik dat eigenlijk heel fijn, want het is goedkoper en transparant. Je ziet welke route je neemt. De chauffeur neemt, goedkoper, het zijn meestal aardige jongens, je kan ze een cijfer geven, het is een heel mooi systeem toen dat net kwam, dus ik was daar een fan van. Tegelijkertijd dacht ik van oké, maar hoe komen die jongens, want het zijn meestal jongens, hoe komen die dan rond? En wat doet dat nou met je als je hele leven eigenlijk door een app wordt geregeerd? Dus zo stapte ik erin. 2 jaar later ondertussen bijna ben ik wel een stuk kritischer over Uber geworden. Ik vind het eigenlijk een beetje een naar bedrijf. Ja, om het even samen te vatten, we hebben het wat jou betreft niet over de fijne app of het gebruiksgemak, nee, maar echt over die omstandigheden waarin chauffeurs werken. Hè? Want, ja, dus je hebt de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs en wat gebeurt er nou in de stad met die Uber-chauffeurs? Nou, en dat hebben we allemaal denk ik wel gevolgd in de media, dat er in Amsterdam een paar hele nare ongelukken zijn geweest, ja. Daarvoor trouwens ook al. Dat baart zorgen. En ja, ik ben wel een beetje tot de conclusie gekomen, ook als je naar internationaal onderzoek kijkt, bijvoorbeeld in Amerika is daar heel veel onderzoek naar gedaan. Elke stad waar Uber en de concurrent Lyft actief wordt, daar stijgt het aantal dodelijke verkeersongevallen. De congestie, de verkeersdrukte wordt hoger door Uber, waar Uber actief wordt. Nou, dat begin je nu ook in Amsterdam te zien. En die ongelukken die hebben natuurlijk voor heel veel onrust gezorgd. En ik ben wel heel erg benieuwd naar hoe de wethouder daar tegenaan kijkt. Een hele open vraag. Ja. 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 Nou, dat vind ik ook terecht. Ik heb ook jouw boek gelezen. Ja. Ik heb het gekregen van de familie van Mare Welkers. Een van de mensen die een dodelijk slachtoffer is geweest van een ongeluk. En ik ben het eens met die zorgen.
Sowieso als het gaat om verkeersveiligheid mogen we gewoon geen risico's toestaan. En belangrijker is ook het gesprek te voeren waar denk ik jij ook wel op aankoerst van wat zit daar nou achter. En wat je in jouw boek in ieder geval vind ik vrij indringend ziet is het geregeerd worden door de tringeling van de app. Ja. Hè? En dat betekent dat het van belang is dat aan de ene kant, natuurlijk, we zijn blij met nieuwe spelers. Erik Rutte zit hier aan tafel. Het is heel goed dat Amsterdam een plek is waar geëxperimenteerd mag worden met nieuwe vormen van vervoer. Waarbij er niet alleen maar vastgeroeste posities zijn voor bedrijven. Maar aan de andere kant gelden wel gewoon in ons land regels waarvan ik vind dat iedereen zich daaraan moet houden. En gaat het om arbeidsomstandigheden die bij bedrijven in de platformeconomie soms ook gewoon echt discutabel kunnen zijn. En het lastige is dat we het voor een belangrijk deel ook gewoon niet weten. Hè, we gaan het straks hebben over van wie is de stad. Dat is een ongelooflijk goede vraag. En mijn constatering is dat de stad heel vaak niet van ons is. En dat dat soms niet acceptabel is. Omdat er dingen gebeuren in jouw stad waar je geen greep op hebt. Of waar je niet van ziet. Als ik niet weet hoeveel chauffeurs er van een bepaald bedrijf in onze stad bijvoorbeeld zijn. Dan kan ik daar ook niet op sturen. Als ik niet weet, zeker weet, dat bijvoorbeeld verkeersveiligheidsregels in acht worden genomen. Dan kan ik daar niet goed op sturen. En ik vind dus dat daar iets moet veranderen. En dat is een van de redenen waarom ik met Uber ook dat gesprek aan ben gegaan. Tot en met de CEO in de VS. En heb gezegd, ja weet je, jullie license to produce, om het maar even zo te zeggen, to operate, die staat in mijn stad onder druk. En er moet echt iets veranderen, want anders dan hebben we een groot probleem. Veranderen die gesprekken uw houding ten opzichte dat van hun? Dat betekent op het terrein van verkeersveiligheid moeten er dingen gebeuren. Het betekent dat we meer met elkaar in gesprek moeten over wat voor data hebben jullie, kunnen we die data, die moeten we ook gewoon delen, vind ik. Dat betekent ook dat ik het gesprek wil voeren over de wijze waarop die app werkt. Want we moeten ook bezien of dat wel voldoet aan de normering die wij ook hebben. Gewoon op het terrein van verkeersveiligheid. En het laatste punt, de arbeidsomstandigheden. Ook dat is een issue waarvan ik vind dat dat besproken moet worden. En we hebben daarvoor afgesproken dat we gezamenlijk een taskforce instellen. Waar ook het ministerie overigens van INW. Gezamenlijk met Uber. Met Uber aan gaat deelnemen. En we hebben een vanuit het college. Rob van Holten, dat is een man die zijn sporen in het openbaar vervoer verdiend heeft, ingezet en gevraagd of hij als voorzitter wil fungeren om de gesprekken de komende maanden te leiden. Maar ik heb al eerder in het filmpje, kwam je daar ook wel op terug, gezegd dat dat wat mij betreft natuurlijk geen vrijblijvende gesprekken zijn. Maar wat gaat er dan, als ik daarop in mag gaan, want die problemen in de taximarkt die spelen echt best wel al een tijd. Hè? Die overlast van taxis is al echt een heel lang bekend probleem. Overigens ook voor Uber, moeten we ook eerlijk in zijn. Ja, dus dat beschrijf jij ook terecht in jouw boek. Ja. En toen je begon, van, er waren natuurlijk ook daarvoor al heel veel problemen in de taximarkt. Dus die zijn alleen niet beter geworden. Jeroen? En dan is er steeds het verhaal, is, ook van uw voorganger, van er is een nationale wetgeving waar u mede verantwoordelijk voor was, als ik me niet vergis. Die is niet helemaal, ook de Amsterdamse situatie, hebben we daar problemen mee. We wachten op Den Haag om daar, dus daar zit een soort padstelling in, van mijn gevoel. Maar wat gaan wij nou in Amsterdam doen om die te doorbreken? Wat we daar gaan doen is kijken of we los van de bestaande wetgeving die vooral toeziet op hoe wij mogen omgaan met het straattaxiverkeer. Dus daar hebben we de zogenaamde toegelaten taxiorganisaties voor, die voldoen ook aan regels en daar kunnen we ook sneller ingrijpen. En wat ik eigenlijk wil, is dat zeg maar die regels ook voor de belmarkt gaan gelden. En dat geldt dan niet alleen voor Uber, er zijn ook TTO's die voor een deel ook een stuk belmarkt zeg maar verzorgen. En dat je eigenlijk veel meer een gelijk speelveld krijgt. En ja, je kan wachten tot Den Haag zover is, maar mijn ervaring is dat het ook helpt om zelf te beginnen. En wat ik kan doen, en daar hoop ik in die gesprekken ook een stap in te kunnen zetten, is om het bedrijf ook te bewegen om uit eigen inzicht gewoon een aantal stappen te zetten. Daar zijn ze mee begonnen. Er zijn een aantal stappen dat gezet. Dat vind ik ook goed, maar dan is het niet, nog niet mee klaar. Ja, want dat hebben ze gedaan. Chauffeurs van Uber onder de 25 moeten op cursus bij Veilig Verkeer Nederland. Ja. Minimumleeftijd verhoogd naar 21. Maar u zegt, er moet meer gebeuren. Kijk, aan de ene kant kun je zeggen, het is hartstikke goed. Ik weet het antwoord niet hoor. Het is hartstikke goed om juist met Uber in zo'n taskforce te gaan zitten. Aan de andere kant kun je ook zeggen,
we hebben geen dag te wachten. We moeten zelf bepalen wat wij willen van zo'n bedrijf en dat doen. Ja. Maar daarvoor geldt wel dat je van sommige van die dingen kan terugvallen op wet en regelgeving, ja. En van andere dingen dus niet. En dan kan je inderdaad zeggen, nou dan kan ik niks. Nou, dat leek mij niet de goede houding, daar ben ik het mee eens. Dus dat moet je doorbreken. En dat begint er toch mee dat je ook met een bedrijf zelf in gesprek moet gaan om te bezien of er mogelijkheden zijn dat men ook zelfstandig stappen zet. En gelet op wat we nu net gezien hebben, is er die mogelijkheid. Bent u daar optimistisch over? Over ja, de reactie die u krijgt van u? Nou ja, kijk, deze discussie speelt natuurlijk niet alleen in Amsterdam. Hè, nee. Die speelt op veel meer plekken. En ik vermoed eerlijk gezegd dat men ook wel inziet dat het noodzakelijk is om, als je in Europa voet aan de grond wil houden, om op een gegeven moment er ook voor te gaan zorgen dat ja, de wijze waarop wij met werknemers bijvoorbeeld omgaan, wat in Nederland al heel lang een gerespecteerde traditie is, dat dat niet veronachtzaamd kan worden. Dus ik vind dat dat gesprek gevoerd moet worden. En op het moment dat dat niet zou lukken, dat kan, hè, dat sluit ik ook niet uit, dan moeten we vervolgens weer zien wat ons dan te doen staat. En hoeveel tijd is daar nog voor? Tot de zomer. Tot de zomer. Vind ik, want ik ben het er wel mee eens. We moeten gewoon nu de druk opvoeren dat we snel helderheid krijgen. En dat geldt overigens, want daarom is het denk ik wel goed om het te zeggen. Die belmarkt is wat complexer dan maar één bedrijf. Dit bedrijf heeft denk ik, maar dat weten we ook nog steeds niet zeker, wel het leeuwendeel van die belmarkt. Hè? Maar daar begint het al mee. Wij weten bijvoorbeeld gewoon nu niet wie rijdt er nou voor wie precies in deze stad rond. Dat vind ik eigenlijk niet acceptabel. En daar heb ik geen nationale wetgeving voor nodig om dat te vinden. En om dus ook aan de slag te gaan, om daar een beter inzicht in te krijgen. Jeroen, tot slot, wat zou jij nou het liefst zien gebeuren om die padstelling die jij eigenlijk omschrijft te doorbreken? Ja, ik heb heel weinig vertrouwen in het zelflerende vermogen van Uber. Als je naar de geschiedenis kijkt, dan is het steeds dat ze pas gaan veranderen als er echt, als de rechter ingrijpt bijvoorbeeld, of de druk van de publieke opinie zo groot is dat ze wel moeten. Maar er komt ook nu druk op vanuit de politiek. Ik ben geen bestuurder of geen politicus, maar ik, zijn er nou niet extra maatregelen die je wel nu kan nemen? Nou. Ik weet niet wat die maatregelen zijn. Ik zie alleen dat er verschrikkelijke dingen in de stad gebeuren. En dat er volgens mij een hele urgente situatie is waar nu iets aan moet gebeuren. En een taskforce, dat klinkt allemaal heel goed. Maar ja, het voelt er ook een beetje als iedereen op elkaar zit te wachten en dat er... Ja, maar niet heel veel gebeurt. Ja. Nee, maar ik begrijp dat wel, maar ik ben het niet met je eens. Want we hebben niet voor niks gezegd, het moet gewoon voor de zomer helder zijn van waar gaan we naartoe met elkaar. En ik hoop dat het lukt. Want het is een experiment om op deze manier een bedrijf te bewegen om zelf stappen te zetten die bovenwettelijk voor een deel ook zijn. Stappen die we soms ook vragen aan bijvoorbeeld de toegelaten taxiorganisaties waarmee je dat speelveld gelijker maakt. Het kan ook mislukken, daar ben ik het mee eens. Maar dan heb ik het in ieder geval wel geprobeerd. Die urgentie is heel groot. En een van de dingen die we natuurlijk ondertussen ook doen, is samen met het ministerie bekijken van wat kunnen wij op het punt van de verkeersveiligheid nu doen met elkaar om ervoor te zorgen dat de situatie verbetert. Als ik de staatssecretaris als ik de staatssecretaris hoor, daar hoor ik geen hele urgente verhalen, dan is het toch een beetje van Uber moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Nou ja, volgens mij is het duidelijk dat ze dat niet doen, alleen als ze onder druk worden gezet. Wat ik in de media hoor van de staatssecretaris, krijg ik niet de indruk dat ze het als een heel urgent probleem ziet. Nou, ze heeft eerder in antwoorden op vragen vanuit de Kamer bijvoorbeeld over dit hele thema gezegd, ik ben met Amsterdam nu in gesprek om te kijken wat we kunnen doen. Haar mensen gaan ook met hun expertise bij ons aan tafel zitten bij die gesprekken. Dus ze zijn volop betrokken en ik denk dat dat verstandig is. Ja. Want als we stappen moeten zetten, dan kunnen ze ook zelf waarnemen waar zit nou precies de discussie? Wat heeft Amsterdam nou bijvoorbeeld nodig? En waarom lukt iets nou wel of niet? Ja. En dus waar ik het zeer mee eens ben, is dat we nu niet leidzaam gaan afwachten, ons verschuilen achter gebrek aan mogelijkheden om iets te doen. En maar gewoon zien hoe het allemaal verder gaat. Want daar is de situatie gewoon. Maar zit u daar persoonlijk eigenlijk bij die? Ja, uiteindelijk in de eindrondes natuurlijk wel. Dus we hebben iemand aangesproken.
aangesteld die van buiten ook komt, omdat ik daarmee ook wil laten zien hoe belangrijk het voor ons is. Namelijk, we zetten iemand met veel ervaring ook in het bedrijfsleven nu in om eens even goed die gesprekken aan te gaan. Maar ik moet aan het eind van de dag ook met een resultaat terug kunnen naar de gemeenteraad. Want dat is in eerste instantie waar ik mijn verantwoordelijkheid waar ik mijn verantwoording moet afleggen. Dus in die zin trek je die verantwoordelijkheid naar u toe in Zeker. Die gesprekken. En op het moment dat ik denk dat het geen goede gesprekken zijn of dat ik er geen vertrouwen in heb, dan zal ik mij ook daarvoor verantwoorden. En dan zal ik ook altijd terugkomen met een verhaal van wat we dan wel gaan doen. Helder. En dat is wat ik bedoel met het is niet vrijblijvend. Dus er moet gewoon iets veranderen. Daar zijn we het mee eens. Liever samen met een bedrijf. Maar op het moment dat dat niet lukt, dan moeten we ook gewoon zien wat ons te doen staat. Helder. Het is natuurlijk niet de enige vervoerder die op onze Amsterdamse wegen is. Een beetje een raar bruggetje, hè? Erik Rutte van Snapcar. Maar ja, ik ga het toch maar maken. Want Snapcar, een manier voor Amsterdammers om een auto uit te lenen, is een van de snelst groeiende markten in Amsterdam. Even om het uit te leggen, je hebt aan de ene kant heb je de Car2Go, Greenwheels-achtige. Die hebben eigen auto's op verschillende plekken in de stad, die kan je gebruiken. Snapcar is de auto van de eigenaar zelf, die je kan. Amsterdam is voor jullie een heel interessante markt. Hoe verhouden jullie je in die deelmobiliteit? Wat is voor jullie belangrijk voor de komende jaren, zeg maar? Is dit de toekomst van Amsterdam, Snapcarren? Ja, een deel wel. Kijk, Uber en een heleboel van dat andere mobiliteit gaat echt over een kwartiertje binnen de stad. Ik moet van A naar B. En dat doen wij niet. Wij zijn voor mensen die wel af en toe een auto nodig hebben en daar nu een auto voor de deur voor hebben staan. Maar ja, die spreken meer dan 90% niet wordt gebruikt. Dus dat vinden wij niet zo heel erg slim en niet zo goed voor de stad. Dus dat willen we graag eruit hebben. Wat ga je dan doen? Ja, dat is wel handig dat je niet naar een verhuurbedrijf hoeft dat aan het einde van de stad ligt. Of dat je niet een Car2Go hoeft te pakken waar niks in past en dat soort zaken. Dat je gewoon dat kan lenen, maar wel dat het verzekerd is en dat het allemaal makkelijk is. Ja. Dus dat is eigenlijk wat wij proberen te doen. Wij proberen Amsterdammers, maar niet alleen in Amsterdam, maar ook de rest van Nederland en in Duitsland en in Denemarken en Zweden. Proberen wij particulieren te overtuigen om afstand te doen, of in ieder geval mentaal een beetje afstand te doen van die heilige koe. Om hem open te stellen voor anderen. En je merkt dat mensen dat in het begin heel eng vinden. En als ze het eenmaal een paar keer hebben gedaan, dan denken ze bij zichzelf, ja, waarom heb ik dat nooit eerder gedaan? Ja. Want het is eigenlijk heel raar dat die auto daar maar staat. En dat wordt er helemaal geen. Vorige week in de gemeenteraad is er, of twee weken terug, dat weet ik niet aan mijn hoofd, is er een nota deelmobiliteit besproken. En was je daar enthousiast over? De gemeente zegt, we willen dat meer stimuleren, we willen deelmobiliteit aanbieders een zetje geven? Op zich zijn wij, kijk, volgens mij staat er stond veel in over autodelen en daar zijn we helemaal voor. Hè. Dus zowel bij ons als bij anderen. Wat we daar aan zouden willen toevoegen en ook waar we graag aan zouden willen bijdragen is dat, kijk, we hebben een heel groot deel van de deelauto's in Amsterdam en daar staat eigenlijk niks over, zoals wij dat noemen, peer-to-peer autodelen in. En daar staat in, we gaan peer-to-peer is het model van Snapcar. Ja, dat is ons model. Niet dat die andere modellen niet goed zijn, maar voor die andere modellen moet je een auto erbij plaatsen. Je moet een parkeerplaats vrijmaken. Die moet je soms wat subsidiëren, want bedrijfsmatig en de winst vloeit weer naar commerciële partijen. En in ons geval, daar zijn we niet tegen, want ook dat haalt auto's van de weg en uit de stad. Maar er staat vrij weinig in over wat doen we met peer-to-peer autodelen. En hoe helpen we Amsterdammers die daadwerkelijk aan het delen zijn. Als dat kan. En ze hebben niet heel veel nodig. Die mensen die doen dat omdat ze deels de mooie missie vinden. En ongetwijfeld ook omdat ze daardoor een klein beetje van de kosten van een auto terugverdienen. Wij zien daar geen commerciële activiteiten bij. Dat kan ook niet. Er wordt niet ge-Airbnb'd met Snapcars. Nee, daar hebben we wat limieten op zitten. Ik zeg niet dat dat nooit zal gaan gebeuren. Misschien dat er ooit een keer een slimme student ontdekt dat als hij daar een paar auto's neerzet, dat hij wat kan verdienen. Moet niet uitleggen. Nee, maar daar is het ook niet zo heel interessant voor. Maar mensen stellen wel vragen van hoe zit het dan met parkeervergunningen? En er zijn bepaalde manieren waarop je commerciële auto je auto open kan maken. Daar stellen ze wel vragen over van als ik dat nou pak, hoe vaak kan ik hem dan delen? En zitten er dan voordelen aan en zo? Hoe is dat voor u die hele discussie? Hè? Want als je al die verhalen, Car2Go, Greenwheels, de hele deelmobiliteit komt goed op gang, zou ik zeggen. Maar tegelijkertijd
Hoe staat de gemeente daarin? Is dat een kwestie van, we gaan een keuze maken wat wij belangrijker vinden en dat enorm stimuleren? Of zegt u, we stimuleren alles, we vinden alles prachtig en we kijken wel wat er overblijft als de markt daar. Want ja. Van alle kanten komen de nieuwe spelers, ja. Zoals Snapcar, de markt op. Nou, misschien twee dingen. Kijk, die nota die een paar weken geleden verscheen, dat is eigenlijk maar een tussenstand. Want als je mij nou vraagt, was je daar heel enthousiast over? Ach, weet je, hij moest er komen, omdat we gewoon een aantal dingen moesten doen die al langer beloofd waren, wat wel als experiment een plek in de stad had. Ik maar vond waar het een geen beetje karig eigenlijk. Basisonderlag. Nee, dat was omdat dit was formeel ingezet, ja, onder het vorige college, maar weerspiegelt daarmee nog niet de ambitie die we nu hebben op dit hele dossier. Dus dat betekent dat we in de komende maanden als het ware een kop bovenop gaan zetten. En ik hoop ook dit onderwerp peer-to-peer daar een veel betere plek in te kunnen geven, want daar ben ik enthousiast over. Betekent niet dat wij altijd alles op het punt van deelmobiliteit gaan goedkeuren. Is er een limiet aan aanbieders? Nou, we zijn op dit moment wel voorzichtig in hoeveel auto's we eigenlijk willen toestaan. En dat geldt niet alleen maar voor auto's, maar er zijn ook andere modaliteiten. Fietsen bijvoorbeeld, daar heeft Amsterdam eerder niet bepaald succesvolle ervaring mee gehad. Dus dat betekent dat we ook al wat langer aan het nadenken zijn nu van hoe doe je dat nou op een verstandige manier. Want even om het heel plat en heel onpolitiek bijna te zeggen, stel Chinezen naar Amsterdam halen die heel veel fietsen hier overal dumpen en dan laten zeggen dit is de deelmobiliteit, prachtig, applaus. Ja. Dat is niet volgens mij wat de bedoeling is. Dus dat betekent dat we wel gaan sturen. Maar dan vooral op wat de doelstelling is van die deelmobiliteit. Maar dat betekent ook dat we niet alles zullen toestaan. En dat is best lastig om dat allemaal juridisch technisch zo goed te doen dat je je markt wel openhoudt en tegelijkertijd toch ook regie ophoudt. Wederom, ja, van wie is de stad, hè? En daar wordt aan gewerkt. Alleen ik denk zelf, Amsterdam heeft de ambitie om koploper te zijn op het terrein van deelmobiliteit. Nou, als je dat echt wil zijn, dan moet je ook durven experimenteren. En daar hoort dus ook bij dat je soms bijvoorbeeld experimenten in de markt zet, letterlijk, of laat zetten, ja, die dan kunnen mislukken. En als mensen hier zeggen, ja, dat mag niet, of dat moet je nooit doen. Ja, dan is mijn antwoord, dan moet je ook niet koploper willen zijn op zo'n terrein. Want als je niet durft te experimenteren, of als je het helemaal nu in een soort wurggreep zeg maar, als beleid neerzet, dan weet je gewoon dat het gaat mislukken. Maar wat is dan het einddoel van zo'n, u zegt dat is juridisch iets waar je naar moet kijken. Is dan waar u op inzet uiteindelijk toch ook dat je van bedrijven hun vergunning kunt afnemen als ze niks toevoegen aan de stad? Is het idee om toch een limiet daarop te zetten? Ja, in sommige situaties een limiet of bepaalde vormen van aanbod, die vind je niet goed. Want die dragen niet bij aan de doelstellingen om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de stad of de luchtkwaliteit te verbeteren. Ja. Dus daarom zijn we daar natuurlijk toch wel scherp op en vinden we niet alles goed. En tegelijkertijd moet je wel een ruim hart durven hebben voor experiment. Dus dat is best wel, dat zijn twee verschillende inborsten eigenlijk in één. En die beide moet je wel heel goed bedienen. En dat is waar we nu mee aan de slag zijn. Ja, ik denk een van de dingen die interessant is ook om je zei net van ik wil inzicht krijgen in wat zijn de aanbieders die nu zitten en dat soort zaken. Ik denk een van de dingen die interessant is om te bedenken is wat is nou de mobiliteit die ik nodig heb op welk moment. Er is een hoop mobiliteit die zeg maar vervoer binnen de stad mogelijk maakt. En de vraag is nou bijvoorbeeld een car-to-go, concurreert dat nou wel of niet met de metro, het openbaar vervoer dat je publiek hebt gefinancierd. En als je dat soort deelconcepten erin gaat zetten, en ik zeg niet dat het per definitie zo is, maar haal je dan mensen uit de metro en de tram, terwijl je net een dure metro hebt aangelegd? Of is het net een andere soort, zoals wij dat noemen, een last mile oplossing voor iemand die dan wel de metro neemt? Heb je dat wel nodig? Ja. En ik denk dat je daar een goed inzicht moet krijgen. En dat is best een opgave. Want maar dan moeten we één ding wel met elkaar kunnen afspreken, zeg ik maar. Dat is namelijk dat we data delen. Net zo goed als we het net daarover hadden. Ik vind dus dat bedrijven die naar Amsterdam komen, platforms, die diensten aanbieden. Is dat een vraag aan Snapcar? Nou, ook. Mijn voorstel
is. Kijk, je kan best hier inderdaad in de stad een plek krijgen als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Maar één daarvan zou wat mij betreft zijn, we delen ook de data. Want dat betekent namelijk dat ik die vraag die je nu zelf stelt ook gewoon vanuit de gemeente dan kan laten beantwoorden. En die open source benadering, die vind ik wel echt heel erg belangrijk. En dat is vaak ook een bottleneck met nieuwe spelers, want die willen wel komen, maar die willen ook wel dingen delen, ja. maar niet alles. En ja, daar moet je natuurlijk toch wel een beweging maken. Klopt, maar dus. dat is niet altijd... Dat is ik kijk vragend. Ja, ik weet het. Maar dat ja. Ik sta er op zich niet zeg maar, negatief tegenover. Alleen er zijn allerlei limieten aan data die je mag delen. En de vraag is een beetje, wat ga je delen? Maar, maar luister, al die privacy dingen, daar komen we met elkaar uit. Hè? Dus dat gaan we oplossen, want dat snap ik. En ik hoef dat helemaal niet tot op de individu herleidbaar. Dat ik weet Jantje of Pietje. Daar gaat het niet om. Het gaat over geaggregeerde informatie waarmee, als het ware, ik als beleidsmaker kan sturen. En inderdaad kan zien, wat voegt nou bijvoorbeeld deze peer-to-peer benadering toe aan de mobiliteitsvraagstuk van Amsterdam? En levert het inderdaad op dat mensen daardoor minder auto's gaan bezitten, we minder last hebben van stilstaand geparkeerde auto's die enorm ruimtebeslag met zich meebrengen en daardoor eigenlijk heel duur zijn. Hè, en je efficiënter met je areaal aan automobielen omgaat, nou, dan is dat hartstikke mooi. En daarmee toon je dan ook eigenlijk aan wat de meerwaarde voor de stad is. Maar die bedrijven willen toch die data niet? Bij Airbnb willen ze die data toch ook niet delen? Bij Uber wil dat toch? Dat is toch concurrentiegevoelige maar dat is toch de strijd? Die moeten we voeren. Ja. Dat heb je net zelf toch ook gezegd. Erik, we Het hangt er vanaf. Kijk, als het gaat over... Zouden we mee willen denken over wat is de mobiliteit binnen een bepaalde wijk? Wat zien wij daar voor vraag voor mobiliteit komen? Wat is daar voor andere vraag voor mobiliteit en hoe kunnen we daar samen iets mee doen? Dan zeg ik, daar ben ik helemaal voor. Daar wil ik prima in een task voor een commissie graag over meedenken. Wat het risico is dat er ook vanuit de overheid dan wordt gevraagd, ja, maar nou wil ik even weten wat Pietje verdient. En dat is gewoon heel erg... tricky, want dan kom je exact in privacy data. Dus maar het zou zonde zijn, zeg maar, om een veelbelovende discussie nu te killen met allemaal beren op de weg die ik net als jij ook wel zie, maar die volgens mij niet de kern van de discussie zijn. Volgens mij moeten jullie gewoon langer doorpraten. Nou, dat sowieso. Maar mijn punt is deze. Ik denk dat dit een heel belangrijk issue voor de stad Amsterdam is. Als het gaat om eigenaarschap van een stad, wij gaan hopelijk vergaand straks met eigen mobiliteitscentrales gewoon heel goed mensen kunnen helpen met, hey, wacht eens even, op deze tramlijn hebben we een probleem. Of je kan, als je gehandicapt bent, nu dat station even niet in of uit. Dus we kunnen misschien met onze digitale kennis heel veel meer aan winst boeken voor reizigers. En we kunnen ook beter sturen als we meer een beeld hebben, niet van wat doet Jantje of Pietje, maar wat zijn de stromen. Ja, dat is prima. En daar gaat het over. Maar dan is een van de eisen, want dat deduceer ik daar dan even uit, die u ook aan nieuwe aanbieders wil stellen, is deel die data, anders kom je hier niet in. Exactly. Ja. Zijn er mensen die zeggen, voor deze ronde heb ik een vraag? Ja, ik kom naar u toe. Even kijken, ja, daar was u. Oh, sorry hoor, ik kom even voorlangs bij u. Oh, alle tassen. Oh. Ja. Ja. We hebben op het gebied van de veiligheid afgelopen herfst ook een heel ernstig incident gehad met stint. Mm-hmm. Die is gelijk van de weg gehaald. 3500 voertuigen. En we weten nog niet of dat voertuig, of dat de oorzaak is geweest of dat het iets anders is geweest. Maar bij Uber hebben we zeker, even uit mijn hoofd, 4 voorbeelden van mensen die aangereden zijn, kind aangereden, misschien in andere steden ook. En Uber opereert in meerdere steden in Nederland. Waarom kan het ministerie van INW niet zeggen van, oh, nu stopt het? Ja, zoals het bij de stint. Ja. Ja. Nou, misschien is het goed om te zeggen dat er inmiddels natuurlijk ook technisch onderzoek naar de stints is gedaan. En daar wel degelijk een aantal gebreken uit naar voren zijn gekomen. Nee, maar even, wacht even. Het is zin 1. Zin 2. Zelfs gisteravond nog was er ook weer een ongeluk met een taxi.
Dat was volgens mijn inzicht niet per se het bedrijf waar we het nu net over hadden. Dus op het moment dat je dit zou doen, dan krijg je onmiddellijk de vraag, waarom doe je dat voor het ene bedrijf wel en voor het andere bedrijf niet? Per saldo zie je nu, en dat is overigens een heel groot zorg voor mij, dat over de hele linie de verzekeringspremies voor taxichauffeurs enorm omhoog gaan, omdat er navenant veel meer ongelukken in die branche plaatsvinden. Dus ik zeg niet, we moeten niks doen, maar dat is iets anders dan één bedrijf waar inderdaad te veel ongelukken hebben plaatsgevonden, daar zijn we het zeer over eens, dan een verbod op die grond zeg maar te doen toekomen. En anderen die dat ook overkomt, misschien in mindere mate, dat weten we ook niet, want daar hebben wij anders dan in de VS niet allemaal onderzoeken naar lopen, verbieden. Wat je wel kan doen, en dat heb ik met staatssecretaris, ik geloof, wat is het, 2 weken terug, ja, besproken, is bijvoorbeeld bij de app van Uber laten nagaan van, hey, klopt dat eigenlijk wel, hè, de wijze waarop die wordt gebruikt met de regels die wij in dit land hebben voor verkeersveiligheid. Dus er zijn natuurlijk wel handvaten om aan te grijpen, ja, om ook dat wel te laten beoordelen. Dus het is niet zo dat er niks gebeurt. Maar kunt u daar iets meer over vertellen? Nou, dat gaat nu gebeuren, maar dat is niet iets wat ik kan doen, hè. Dat moet echt vanuit het ministerie en de ILT ook bekeken worden. En zij heeft heel goed begrepen dat, want verkeersveiligheid is voor ons allemaal een heel belangrijk onderwerp, dat snappen jullie. Dat daar gewoon echt ook voor hen een rol is om daar. Dus de komende weken kunnen wij een bericht van het ministerie verwachten waar dat in uitgewerkt wordt. Nou, ik ben niet meer degene die het woord voert namens het ministerie. Nee, maar je hebt goede hoop. Dus dan moet je echt zelf aan hen vragen. Ja. Ik ga naar u en dan naar u. En dan gaan we naar het volgende thema. Ik heb een paar puntjes. Punt van de, van belangrijkste punt. Van het aantal taxis. Mijn vraag is, zijn er eigenlijk niet gewoon te veel taxis in omloop? Als ik dat zo om me heen zie, als bewoner in de oude stad. Die taxis, dat zijn vaak ook enorme bakbeesten. Vooral zeg maar de vastgeroeste. Het plusje van Uber is dat ze niet van die hele grote bakbeesten hebben. Dat ze wat kleiner zijn. Misschien kunnen die taxis ook wat meer elektrisch in plaats van zeg maar het oude model. En vaak of soms staan die taxis ook gewoon op kruispunten stil. Dat is echt niet te geloven. Dat ze gewoon bij een uitvalweg, dat ze gewoon op een kruispunt staan te wachten op. En dat belemmert gewoon de doorgang van voetgangers, fietsers, et cetera. Dus handhaven, het moet elektrischer en zijn er niet te veel taxis? Ja. Okay. Ja. Ja, dat is het korte antwoord. Het iets langere antwoord als het mag. Ja, het moet elektrisch. We hebben voor de milieuzones een aantal, daar komen we binnenkort ook nog mee, alvast even in de aankondiging. Schrijf het allemaal op. Ja. Schrijf het allemaal op. Hebben we natuurlijk plannen om de stad langzaam maar zeker duurzamer te maken. En het idee is om te beginnen in de ring en het als het ware langzamerhand uit te breiden. En dat gaat dus dan ook voor het taxiverkeer gelden. We zijn ook al wel bezig op sommige plekken in de stad om echt gewoon toegang te organiseren. Alleen voor de mensen die er moeten zijn of voor bedrijven die daar toestemming voor hebben. Dus daar experimenteren we mee. Dat is een lastig ding. Maar daar gaan we natuurlijk ook wel mee verder. En voor wat betreft het volumebeleid, ja, we hebben wel ongelooflijk veel taxis. En een van de keerzijden daarvan is, en dan komen we ook bij het verdienmodel, dat geldt dan eigenlijk ook voor alle chauffeurs, dat natuurlijk wel onder druk staat daardoor. En dat is wel een lastig te tackelen ding. He, want je kan bijvoorbeeld in je stad op een gegeven moment nog wel zeggen, dit gebied verklaren we ofwel autovrij, of we gaan op een andere manier reguleren hoe de toegang wordt. Maar je kan dat niet zomaar voor een hele stad doen en niet zomaar elke vorm van dienstverlening op voorhand uitsluiten. We hebben bij de rondvaart, nou daar heb ik nog niet over gehad, hoeft ook niet voor mij, maar hebben we gezien hoe ingewikkeld het is. He, voor een stad om volumebeleid bijvoorbeeld te voeren op een vorm van dienstverlening, namelijk maar goed, mensen hebben we wel van gezegd, door de het stad moet gebeuren. Heen. Ja, en we hebben daar meerdere keren gemerkt hoe ingewikkeld het is als je dat niet goed beargumenteert. De Raad van State zit je op de hielen. Dus je moet dat heel goed doen. En je kan het ook niet zomaar doen. He, dus je moet echt een soort bewijslast opbouwen
van waarom het nodig is, waarom de stad te druk is. En ook vooral, en dat is denk ik het belangrijkste, waarom je nieuwe spelers niet op voorhand uitsluit. Ja. Hè, dus dat heeft bijvoorbeeld dat deel van het beleid mij nu wel heel erg geleerd. Dat als ik daar niet goed op let, dat ik voor je het weet wordt tegengehouden door de rechter. Ja. Ik ga naar die meneer, en terwijl ik hier klauter, heel kort. Aleander had een bericht dat hè, als we elektrisch gaan, dat ons stroomnetwerk dat niet aankon. Schrok u daarvan of denkt u dat Aleander, het komt wel goed? Nee, dat komt niet zomaar goed. Oh. Daar hebben ze gelijk in. Dus een van de dingen die er de komende jaren ook moet komen, is we hebben wel nog wel een deltaplannetje nodig. Twee deltaplannen vanavond. En dat plan gaat echt over onze laadinfrastructuur. Ja. Je moet je voorstellen dat als we gaan doen daadwerkelijk wat we graag willen, namelijk dat heel veel meer mensen elektrisch gaan rijden, dat onze bussen allemaal elektrisch gaan rijden, dat onze logistiek langzaam maar zeker elektrisch wordt, gaan we enorm beslag doen op ons elektriciteitsnetwerk. Dan krijgen we problemen, want de aanvoer is als het ware niet voldoende. Dus dat betekent dat in de stad, op verschillende plekken, er echt opnieuw moet worden gekeken naar hoe ga je nou die laden en lossen, de hele logistieke knooppunten met snellaadinfra voor zowel openbaar vervoer als voor bijvoorbeeld bedrijven, maar ook de huishoudens voorzien van al die extra elektriciteit die dan nodig is. En, en dat is niet zomaar een dingetje. Bottleneck nog. Meneer, laatste vraag voor u van deze ronde. Nou, ik kan misschien wel uren gaan praten hier. ik heb 10 jaar ervaring met de hele verordening. Ik ben de heer Welke verordening? De verordening, de huidige verordening waar we mee te maken hebben, de taxiverordening. Okay. Daar hebben we samen met Leo Saal, Nico Veldman, zijn bekende mensen, waarschijnlijk in de expertisebedrijven. Uiteindelijk ben ik uit wanhoop bij de FNV proberen lid te worden uit frustraties omdat er nooit naar ons is geluisterd. Het probleem in Amsterdam kunt u niet oplossen, dat weet u ook. Ik heb het woord wetpersoon voor 2000 nog niet van u gehoord. Het capaciteitsbeleid ligt niet in uw handen. We hebben tegen Erik Wiebes duidelijk gezegd, als je de vloer schoon en droog wilt houden, dan moet de kraan een keer dicht. U weet ook net als ik... Met het aantal taxis. Ja, in Amsterdam. Nee, ik probeer het even helder te hebben voor de mensen. U bent taxichauffeur. U bent naar het Malieveld. U werkt bij de TTO. We zijn afgelopen dinsdag in het Malieveld geweest. Ja. Wij hebben hiervoor lidjes ook gehad. Ik heb duidelijk naar meneer Wiebes gecommuniceerd. Meneer Wiebes, wij hebben het Rosarium inspraakavond. Ik heb 120 adviezen die we hebben ingediend. Grijp in. Hij zegt nee, meneer Asnou, u kunt zoveel willen. U moet de Nederlandse staat voor de rechter dagen. Want het capaciteitsbeleid ligt niet bij mevrouw Hans Dijksma. Dat ligt, maar u was toen misschien staatssecretaris van verkeer. Maar u zegt die limiet, die moet er wel komen. Die moet er komen. Ja. Ja. En wij kunnen niet wachten tot juni. Ik heb met uw ambtenaar gesproken. Wij gaan de 19... Ik mag niet... Wij gaan de derde week gaan we weer naar het Malieveld. En daarna gaan we naar het Museumplein. Om Rutte, want dit is een VVD-dossier. Ja. Schuldhagen. Joritsma, mevrouw Kroes. Uw punt is heel duidelijk. Ik adviseer u binnen een maand in te grijpen om alleen maar het voordeel van de twijfel te geven aan de mensen die worden doodgereden en het meisje dat misschien nog in het ziekenhuis ligt. Goed, uw punt is helder. U heeft uw punt heel duidelijk gemaakt. U zegt er moet echt iets gaan gebeuren. Het water staat me aan de lippen. Ik ben naar het Malieveld gegaan. En heel snel. En dan, dat punt heeft u ook, heb ik goed gehoord. En mevrouw Dijksma ook, denk ik. Dus, ja. Nee, heb ik gehoord, u heeft ook gelijk. Hè. Het capaciteitsbeleid dat komt voort uit de wet personenvervoer 2000. En daar is destijds voor gekozen, omdat ook toen al, ik bedoel, helaas, er heel veel onvrede was over het functioneren van de taximarkt. En het probleem is eigenlijk ook met de nieuwe wet gewoon nooit opgelost. En dat maakt het gewoon zo ongelooflijk ingewikkeld. En ik vind wel dat, wat belangrijk is, is dat die veiligheid moet bovenaan staan. Maar ik vind ook, moeten we ook eerlijk zijn, ik zie ook te veel incidenten. En dat hoort niet maar alleen maar bij één bedrijf, dat weet u ook. Hè? Als je naar de filmpjes op de Telegraaf-site bijvoorbeeld kijkt. De chauffeurs die door rood rijden. De ongelukken die soms ook door anderen veroorzaakt worden. Het is gewoon echt een issue. Maar wilt en u ik wil daar, ik, daar wil ik met de nieuwe spelers op de markt over spreken. Maar ik spreek ook met de vertegenwoordigers van de huidige taxiorganisatie over. Alleen, het punt is, en daar heeft meneer wel gelijk.
Kijk, wij hebben naar die TTO's toe een veel betere positie, ook als gemeente, om in te grijpen. En dat merken de chauffeurs op zichzelf ook wel. En dat gelijke speelveld geldt dus niet in die hele markt. Omdat die belmarkt, die was er helemaal nog niet toen die wet gemaakt werd. En die heeft natuurlijk enorme veranderingen. Er is een inhaalslag te maken en meneer heeft, hè, die heeft een punt, die zegt er is haast. Maar u zegt, we gaan daar echt mee aan de slag. Ja. En de komende tijd, misschien komen er nog meer. U wil ook in gesprek met die TTO-markt om aan meneer. Ja. Absoluut. En, okay. En sterker nog, dat gesprek is er ook voortdurend. Ja. Want met hen hebben we natuurlijk geregeld een bestuurlijk overleg. Goed. Ik wil voor nu onze beide panelleden Jeroen van Bergijk en Erik Rutte hartelijk danken. Jullie mogen weer daar gaan zitten. Geef ze een warm applaus. Goed, de stad groeit en vragen over bereikbaarheid en toegankelijkheid, daar hebben we het eigenlijk nog niet zo heel veel over gehad. Daar gaan we het nu over hebben. Met twee gezichtsbepalende Amsterdammers afgelopen jaar in het debat rond Amsterdam. De een is econoom, hoogleraar. U kent hem ongetwijfeld nog van zijn jaren als directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Maar hij is nu hier voornamelijk vooral als Amsterdamse bewoner. Oh, zei ik het verkeerd? Hij zei PBL, maar dat is het niet. Moet hij zelf maar vertellen. Nou, maar je bent hier vooral als Amsterdammer, denk ik. Amsterdamse bewoner. Geef een warm applaus, Koen Teulings. Oh, jij hebt gelijk, ja. Onze andere spreker schreef het meest besproken Amsterdamse boek. En de vraag is al een paar keer opgekomen van wie is die stad nou eigenlijk. Maar ze is ook planoloog en geograaf. En in die hoedanigheid ook betrokken bij het debat rond mobiliteit. Floor Milikowski. Ja, misschien toch eerst mevrouw Dijksma. Dit wordt een wat breder gesprek over die toegankelijkheid en die leefbaarheid. Maar als we het nou toch als ingang die agenda Autoluw even pakken. Wat hoopt u nou in gang te hebben gezet waarvan we over 2 jaar, 3 jaar of misschien wel sneller de effecten gaan zien? Wat is nou zo belangrijk dat u dit tot onderwerp heeft gemaakt van de stadsgesprekken en van uw eerste jaar? Want het is een hoofdthema. In één zin eigenlijk het herveroveren van de publieke ruimte ten gunste van voetgangers, fietsers, spelende kinderen. Ja. Eigenlijk is dat dan Floor Milikowski, dan ga ik meteen naar jou toe. Je boek heet Van wie is de stad, maar dit debat is Van wie is de ruimte? Ja, en de ruimte is ook onderdeel van de stad. Ja, dus zeker. Dus het is een groot onderdeel daarvan. Ja, want hoe luister jij naar die agenda Autoluw? Die wordt nu opgestart. Het idee is om meer ruimte te creëren. Ja. Taai dossier, want er speelt nogal wat op elkaar in. Ja. Hoe volg je dit debat? Nou, Amsterdam is traag geweest met iets doen, met dat hele deelverhaal natuurlijk. En dat die omslag naar meer moderne kijk op mobiliteit, volgens mij, en bereikbaarheid. We hebben volgens mij een soort van wet van de remmende voorsprong gehad. Want Amsterdam was heel autoluw relatief vergeleken met andere grote steden. Amsterdam is heel leefbaar, heel groen. Veel ruimte voor de fiets, veel ruimte voor de voetganger. Dus daarom hebben wij vrij lang volgens mij achterover kunnen leunen op dit dossier. Want we werden geprezen internationaal gezien voor al die kwaliteiten. En nu zie je dat de ruimte dichtslipt en dat die bereikbaarheid inderdaad onder druk komt te staan. Dat luchtkwaliteitverhaal echt een probleem is. En voorgangers van mevrouw Dijksma hebben niet heel actief op dit dossier zich zichtbaar gemaakt. Het zijn moeilijke kwesties, complex. Er zijn inderdaad heel veel spelers. Het Rijk is er ook vaak ook nog eens bij betrokken. En de relatie tussen Amsterdamse besturen en het Rijk is de afgelopen jaren ook niet heel goed geweest. Ja. Dus ik heb volgens mij, ik vermoed dat mevrouw Dijksma de afgelopen jaar meer heeft gepraat met het Rijk dan haar voorgangers in 8 jaar daarvoor. Dus ik vind het een heel ambitieuze combinatie en dossiers die ze heeft. En het wordt heel interessant of het er gaat lukken om dat allemaal En tegelijkertijd, elke ruimte die gewonnen heeft, die moet vervolgens weer ingevuld worden. Of in ieder geval, die wil je vrijmaken, maar dan komt daar iets voor. Is daar nog een spanning in die jij voorziet? Nou ja, wat natuurlijk. Kijk, Times Square is een heel interessant voorbeeld. Het was een enorm autoplein, hè? Natuurlijk eigenlijk een soort van snelweg dwars door New York, het hart van New York. En toen bedachten ze op een gegeven moment, leuk, we maken dat tijdelijk even autovrij. We maken er een voetgangersgebied van. Ja. En binnen no time liepen daar dagelijks 400.000 toeristen rond. Omdat het zo ontzettend leuk was dat Times Square autovrij was geworden en een voetgangersgebied. En dat is natuurlijk in deze discussie met die leefbaarheid en dat autoluw. En dat merk je ook heel erg in de gesprekken daarover. Er is natuurlijk enorme angst nu. Dat als je het autoluw een voetgangergebied maakt, dat het meteen geclaimd wordt door het toerisme, door bezoekers. Dat is natuurlijk een van de redenen waarom Venetië zo is wat het is. Daar komt geen auto, dus dat is alleen maar voetgangersgebied.
En je merkt ook, ik bedoel, als je toeristenboekjes, ik las gisteren nog weer een of ander reisblaadje, dat ging dan over Göteborg, de wijk Haga. En dan staat er meteen, je moet naar Haga, want dat is een autovrij wijkje en daar kan je zo leuk rondlopen. Ja. Dus daar moet je heel, je moet heel goed nadenken wat je autovrij maakt en hoe je vervolgens naar die ruimte opnieuw inricht. Mevrouw Dijksma, is dat iets waar u zich ook zorgen om maakt? Ja, hoe je dat niet meteen weggeeft dan aan de... als je het over leefbaarheid hebt, dan is dat een duidelijk punt, lijkt me. Ja, dat klopt. Dat is zo. En dat is ook een van de dingen waar we ook van moeten zeggen van... ja, hoe doe je dit nou verstandig? En aan wie geef je die ruimte inderdaad terug? En zorg je er ook voor dat er geld bijvoorbeeld is om hem ook goed te herinrichten? He, dus de parkeerplaatsen weghalen. Nou, daar is een enorme ambitie van 7 tot, wat is het, 10.000 parkeerplekken als bandbreedte tot 2025. Dus daar hebben we nog even voor. En ik denk op zichzelf, het zo zeggen, dat de eerste onderzoeken die ik daar zie, die lijken erop dat we dat kunnen halen. Maar de vervolgvraag is natuurlijk, wat betekent dat uiteindelijk echt? Hoe gaat de stad er dan uitzien en voor wie is die? En het moet natuurlijk geen reservaat worden vooral mensen van buiten de stad. Het moet ook wel leefbaar letterlijk blijven. En tegelijkertijd een functieverandering ondergaan. Ja. Nou, en dat is een heel ingewikkeld verhaal waarbij je dus inderdaad niet alleen maar vanuit mobiliteit, maar ook vanuit meer sociologische bijna en vanuit geografische kant naar dit onderwerp moet kijken. Ja. Dat is echt verstandig om het ook vanuit die breedte te beoordelen. En bijvoorbeeld ook veel groen terug te geven. Want ook dat schiet er heel vaak, merk ik, bij in. En dat is natuurlijk ook weer niet goedkoop. Nou, we zijn al niet zo'n ster op de assets, zoals dat in Amsterdam is gaan heten, wist ik nooit. Ster op de assets? Nou, de assets, dat zijn zeg maar onze openbare ruimte, die bruggen en die kades. Dat heet in bestuurlijke termen. U praat termen het heel eufemistisch, maar u zegt, we zijn er nog niet zo goed in. De assets, nou, volgens mij ben ik vrij helder. Althans, ik hoop het. Ik weet niet hoor. dus dat betekent dat je dat met beleid moet doen. En dat zijn we nu stukje voor stukje ook letterlijk aan het doen. Koen Teulings, de andere kant van de agenda Autoluw is natuurlijk, wat voor alternatief bied je? Hè? Ook bijvoorbeeld in OV, in bereikbaarheid, in toegankelijkheid. Hoe luistert u daarnaar? Nou kijk, Amsterdam is ongelooflijk succesvol. Als je gewoon kijkt naar, je kunt het zien aan de woningprijzen. Dat is onaangenaam als je een huis zoekt. Ja. Maar het is wel een reflectie van het feit dat deze stad, dat het zoomt, dat het allemaal heel goed gaat. Ook in vergelijking met de rest van Nederland, terwijl het in heel Nederland eigenlijk best goed gaat. En dat trekt mensen naar de stad toe, van overal vandaan. Een deel van die mensen woont in de stad, maar een deel van die mensen woont ook buiten de stad, maar werkt in de stad of gaat voor boodschappen in de stad, gaat voor winkelen naar de stad toe. En daar moet je dus veel meer openbaar vervoer voor gaan maken. Dus daar zijn enorme uitdagingen. Als je kijkt naar de 10 grootste stations in Nederland, daarvan zijn er 4 in Amsterdam. Centraal Station, Zuid, Sloterdijk en Schiphol. En dat zijn bovendien de snelst groeiende stations van Nederland. Dus dat betekent dat de komende jaren de spoorwegen grote problemen zal hebben om die stations te laten blijven functioneren. Met name in Amsterdam-Zuid is dat probleem heel groot. Ja. Dan hebben we de Noord-Zuidlijn gehad. Kijk, dat is eigenlijk, metro is een vervoer voor wat langere afstanden. Dan gaat het heel snel, lange halteafstanden, dus je hoeft niet zo vaak stil te staan. En dat we de Noord-Zuidlijn nu hebben, nou, dat heeft heel veel moeite gekost, maar hij ligt er, fijn. Maar het is eigenlijk gek dat hij zo kort is. Meteen doortrekken, zegt u? Zo snel mogelijk doortrekken. En daar liggen allemaal hele gevoelige discussies. Waar naartoe? Schiphol? Amstelveen? Nou, Schiphol, Hoofddorp? Hoofddorp, zegt de wethouder? Ja? Nee, dat zeg ik niet. Oh. De wethouder wel, maar ik niet. Ik denk dat de logische dingen is in ieder geval om te verbinden met Amstelveen en Buitenvelders. Waarom dat niet gebeurt, dat was altijd een plan. Ik begrijp niet zo goed waarom dat nu niet automatisch gebeurt. En aan de noordkant kun je ook allemaal dingen doen. Ik denk aan de noordkant zal dat vast wel een keer gebeuren. Aan de zuidkant is het denk ik belangrijk dat we daar de focus helder houden, zal ik maar zeggen. Want we kunnen nu beslissingen nemen rond het DOC-model die dat voor altijd onmogelijk maakt. Ja. Wat is uw focus? Hoofddorp? Nou, een van de onderdelen van de fluistergesprekken met Den Haag gaan natuurlijk over een business case die...
is uitgewerkt vanuit de G4, onder andere Amsterdam. En die gaat over het doortrekken van de Noord-Zuidlijn en het sluiten van de kleine ring om Havenstad ook te kunnen ontsluiten. En dus waar ik het gewoon sowieso mee eens ben, is dat er in de komende jaren echt veel meer OV nodig zal zijn om de groei van de stad te kunnen opvangen. En niet alleen de groei van de stad zelf, maar ook wat jij zegt, de groei naar de stad toe. Van heel veel mensen die hier willen zijn. Ik weet niet of dat per se altijd allemaal met metro moet. Ik vind zelf dat we echt ook moeten nadenken over een soort mengvormen tussen tram, schuinstreep metro en busachtige systemen die op andere plekken in Europa en China al lang hun entree hebben gedaan. Die zeg maar de feel hebben van bijna een hele snelle tram. Maar feitelijk gewoon elektrische vermomde bussen zijn. Maar ja, wel met vrije banen en dezelfde voordelen. Ze zijn alleen veel goedkoper en veel sneller te realiseren. Dus je moet op een gegeven moment ook wel nadenken over wat heb je bijvoorbeeld nu nodig. En wat kan op langere termijn worden aangelegd. En daar veel slimmer in gaan schakelen. Maar dat hier aanpassingen nodig zijn is evident. Ja, ja, ik ben het hardgrondig met Sjoerd Dijksma eens dat, laten we zeggen, hij ligt er nu. Hij was wel heel erg duur. Dus laten we niet nog een keer zo'n ding aanleggen, zou ik maar zeggen. Of in ieder geval voorlopig niet. Dus dat we bij nieuwe lijnen zoeken naar handige oplossingen die een stuk goedkoper zijn, lijkt me verstandig. De vraag is even hoe je die dure tunnel die recht onder de stad ligt, hoe je die zo goed mogelijk gebruikt. En dat betekent je aan de bovenkant en aan de onderkant er iets aan moet plakken. Ja. En mijn pleidooi is vooral, laten we dat niet verwaarlozen. Ja. Moet snel gebeuren. Ja. Tegelijkertijd hoorde ik las een plannetje dat zou dat kunnen oplossen van het super-OV. Dat stond in het Financieel Dagblad, wethouder Kok. Die misschien overwoog om een sneller OV, zoals in Londen ook is. Hè. Dan betaal je iets meer, gefinancierd door private partijen. En dan kan je dat werkverkeer nog beter op gang brengen. Voelt u daar iets voor? Nou, even heel precies zijn. Nu ga ik tekstexegese doen van Udo's interview. Maar vooruit. Nou ja, u kunt niet ontkennen dat het beeld kwam van een super-OV waar... Ik ben voor super-OV. Dus daar zijn we het over eens. Wat volgens mij daarin werd uitgelegd is... De business case zoals die nu gewoon voor ligt, die kent de raad ook, want die hebben we de raad toegestuurd. Die is publiek, hè. En die gaat over die combinatie van wat kun je nou doen met het doortrekken van de Noord-Zuidlijn en het sluiten van de ring. En overigens is dat niet met private spelers, dat is gewoon met de publieke spelers zoals we die nu kennen. Dus NS is daarbij betrokken als een van de initiatiefnemers. En ik zie Alexandra in de zaal zitten. We hebben ook met GVB daarover gesprekken. Dus dat gaat niet om een private vorm van vervoer, waar we wel een discussie over hebben, maar dat is niet meer dan een discussie, is hoe financier je zoiets nou op een korte termijn? Want dat er in Den Haag op dit moment in de zogenaamde BDU, dus de middelen die beschikbaar zijn voor de regio's om hun OV uit te financieren, dat gewoon eigenlijk een aflopende zaak is. Namelijk betekent naar beneden, dat u naar andere plekken betekent moet gaan kijken. Betekent dat we andere opties moeten verkennen. Nou, ze hebben in Den Haag ook nog geen gelddrukpers helaas uitgevonden. Dus het betekent ook niet zomaar dat het Rijk nu klaar staat met honderden miljoenen. Maar als we de krachten zeg maar bundelen... Gaan nadenken over wat zijn nou eventuele alternatieven. Hoe kun je je grond nu bijvoorbeeld nog weer slimmer inzetten om daar ook iets voor te doen? Hoe kun je, nou, er zijn meerdere opties. En daar heeft hij over gesproken. Okay. En dat was de bedoeling, zal ik maar zeggen. Floor Milikowski, mobiliteit is ook, zeker in Amsterdam, gaat natuurlijk ook over ongelijkheid. Want de buitenwijken, bijvoorbeeld als je het hebt over parkeertarieven. Ja, weet je, als je in het centrum woont, is de kans, zeker niet voor iedereen, maar is de kans misschien wat groter dat je die 7,50 voor bezoek... Maar als je vanuit Noord een keer naar het centrum wil, of vanuit Nieuw-West, of de wat armere wijken, is dat lastiger. Hoe kijk jij naar die ongelijkheid en de keuzes die daarin gemaakt moeten worden? Nou, als je over ongelijkheid hebt, dan... Nou ja, maar ik vind het heel interessant, ik vind het Noord-Zuidlijn verhaal... Ik had al een aantal maanden geleden gehoord van de directeur Economische Zaken dat dit plan eraan zat te komen, dat doortrekken naar Schiphol eventueel op een andere manier financieren. En ik bedoel ook, als je het over ongelijkheid is dit natuurlijk ook een interessant thema, eventueel duurdere reis naar Schiphol. Maar het is ook iets waar een stad toe gedwongen wordt, dit soort experimenten, omdat inderdaad de Rijksoverheid al 10, 15 jaar nauwelijks meer budgetten beschikbaar stelt, serieuze budgetten beschikbaar stelt voor openbaar vervoer. Niet alleen in Amsterdam, maar in het hele land. We hebben allemaal snelwegen aangelegd.
Ja. Maar verder niet heel veel. Dus ik vind het experimenteren met dit soort alternatieve financieringen vind ik een heel goede, in ieder geval, probeer het eens en kijk wat er gebeurt. Ook die parkeertarieven in de binnenstad, ik vind het altijd heel... Ik was 2 weken geleden bij een hoorzitting van de commissie Algemene Zaken en Economische Zaken. En het ging over overlast in de binnenstad. En toen er zaten ondernemers en er zaten bewoners van de stad. En er zaten een aantal mensen die hier vanavond ook weer zijn. En ik zat er ook en ik woon niet in de binnenstad. En ik heb hier gewerkt en aan de overkant op school gezeten. Dus ik voel me in alles verbonden met de binnenstad. Maar er wordt altijd gedaan alsof die binnenstad en die overlast alleen ten koste gaat van bewoners, terwijl dat gaat ten koste van het plezier van alle Amsterdammers in die stad. En die parkeertarieven, ik denk, ja, daar moeten we toch met z'n allen overheen kunnen komen, want we hebben die fiets, zorg dat dat OV beter wordt, en zorg dat inderdaad parkeervergunningen wel voor iedereen goed betaalbaar blijven, weet ik, en zorg dat er voor bezoek ook van alles mogelijk is om inderdaad, het verhaal van de vereenzamende ouderen of wat dan ook, ik bedoel, daar moet je gewoon iets voor kunnen regelen. Maar je merkt dat er een enorme angst is inderdaad om, het is nog niet eens een radicale keuze ergens, maar om dat soort serieuze keuzes. En dat is ook heel typisch Amsterdams. Hè? We praten eindeloos met elkaar erover en in de kroeg en je komt elkaar overal tegen en dan heb je het er weer over. En elke avond hier en in de Zwijger en er komen vast nog wel wat zaaltjes bij. Elke avond zit u hier, hè? Ja. Ja. En dat vind ik, dat is heel mooi, want je merkt, ik sprak net met Bob Maas, die daar zit ook even, je voelt dat er iets verandert en er is iets aan het verschuiven en het gebeurt echt. En juist het opzoeken van dit soort grenzen en af en toe een beetje, misschien een extremer voorstel. Het is nodig om dat gesprek verder te brengen. Want we zijn zo aan het navelstaren hier geweest de afgelopen jaren. En er moeten gewoon echt pijnlijke keuzes op gegeven moment worden gemaakt. Maar dit voorstel gaat nu in april ook gewoon in. Hè? En wat mij opvalt is dat in de discussie er heel vaak groepen mensen worden voorgedragen voor wie dit moeilijk is. Maar daar heeft Amsterdam gewoon een feilloos vangnet voor, ook in het parkeerbeleid. Hè, dus we hebben voor mantelzorgers vergunningen, speciale vergunningen die aangevraagd kunnen worden. We hebben heel veel uitzonderingen gemaakt, ook op het beleid. Ja. We zijn met de bezoekersuren nog weer wat aan het sleutelen van hoe kunnen we daar nog zo goed mogelijk doen. En ja, we hebben wel een forse tariefverhoging. En dat was wel ook nodig. Tegelijkertijd, u gaf een paar weken terug een presentatie en toen viel me op dat in een grafiek die u liet zien, zei u van alle modaliteiten die groeit, is het OV iets wat eigenlijk een beetje achterblijft. Ja. Dus blijkbaar is het OV niet het aantrekkelijkste alternatief. Nou, de fiets is in Amsterdam natuurlijk nog steeds de spekkoper. Dat is een modaliteit die zeer geliefd is. Nee, maar goed, als u dan zegt autoluw, dan moet die ander ook omhoog. Ja. Of niet autoluw? Nou ja, wat je ziet is dat als het openbare ruimtestaatje in beeld wordt gebracht, met name de geparkeerde en de rijdende auto heel veel ruimte in beslag nemen. Het autogebruik in Amsterdam is wel afgenomen. Het openbaar vervoergebruik niet echt verbeterd. De fiets heeft wel een belangrijke positie ingenomen. En ik denk dat de vraag wel terecht gesteld is, hoe hou je dat vast en wat is daarvoor nodig? Ja. En daar moet je ook keuzes maken. Die worden ook nu heel stevig gemaakt. Ook in het herinrichten bijvoorbeeld van gebieden en straten ten gunste van het openbaar vervoer en fietsers en voetgangers. En ik kom zelf soms nog in een probleem terecht waarbij ik binnen die modaliteiten dan nog weer een keuze moet maken. Ja. Hè? En zo En voor wie kiest u dan? Of is dat per plek afhankelijk? Dat hangt van de plek af. Hè? Dus de laatste discussie die we hadden ging over het museumkwartier. Waar ook een herinrichting gaande is. En daar was discussie over het feit dat fietsers ook te maken kregen met stilstaande bussen. Die bussen zijn voor een deel wel nodig om mensen ook te vervoeren in dat gebied. Want ja, daar willen ze nou helemaal heel graag zijn. Ja. De vraag is wel, zijn er mogelijkheden, en dus dat wordt nu ook weer onderzocht, om misschien dan toch die bus ergens anders te laten halteren. Maar ja, dan moet je wel een bestaande concessie openbreken. Ja. Dus het is niet allemaal eenvoudig. Koen Teulings, een van de dingen die je ook wel eens leest, vooral op social media, is het wordt zo truttig. Je mag niet meer varen tussen 11 en 7 's nachts. Dat is een voorstel dat nog niet ingegaan is. Maar het gaat in, toch? Vanaf
Nou, we zitten nu aan het einde van een inspraakprocedure. Dus we hebben de hele set met maatregelen voorgelegd. Daar zijn heel veel reacties op gekomen en die ga ik nu meewegen. Dus er is nog een sluiproute dat dat niet doorgaat? Nou, er is altijd ook eerst inspraak. En ik kan niet nu zeggen van het gaat zo precies eruit zien. Het is een voorstel wat we niet voor niks gedaan hebben. Dat is een ding wat zeker is. Maar de wijze waarop we uiteindelijk naar de raad gaan met zo gaan we het doen... daar zal ik toch ook de inspraak die er geweest is mee laten wegen. Maar dat klinkt alsof er een klein beetje iets van ruimte is. Dat klinkt alsof we ook gaan luisteren naar Amsterdammers. Ja. En dat is goed. Ja. Koen Teulings? Ik wou iets over de auto zeggen. Kijk, wij wonen hier in de buurt en wij hebben een auto. Die gebruiken we eens in de week misschien. Ik denk nog minder. En die staat daar, want die kost ons niks. Kunt u hem snapkarren? We zouden hem kunnen snapkarren, dat zou inderdaad kunnen. Eerlijk praten. En ik denk dat een parkeerplaats in de stad kost €50.000 of zoiets dergelijks. Dat zijn de grondkosten van zo'n parkeerplaats. En die wordt bewoners in zekere zin gratis ter beschikking gesteld. Dat wil zeggen, de ene bewoner heeft geen auto. En die betaalt dus mee voor de andere bewoner die hem gratis krijgt. En ik denk dat ze... Je betaalt toch voor een vergunning? Ja, maar dat is marginaal. Kijk, moet je denken, als een parkeerplaats 50.000 is... Nee, maar je moet er goed in begrijpen. Als een parkeerplaats 50.000 kost, dan zou een vergunning, als je daar een redelijk bedrag voor rekent, een paar duizend euro moeten zijn. En feitelijk betekent het dus dat bewoners die geen auto hebben, meebetalen voor de bewoners die wel een auto hebben. In ons geval, wij krijgen subsidie van onze buren die geen auto hebben. Omdat wij graag die parkeerplaats te hebben. En ik denk dat je geleidelijk aan toe gaat naar een situatie waarin... we gaan steeds meer parkeerplaatsen weg. Dan denk je van maar is het dan niet redelijk dat bewoners die geen auto hebben... Laten we zeggen, minder OZB betalen... en mensen die wel een auto hebben, meer OZB betalen. Het lijkt mij een logische weg te gaan. En dat soort vragen komen onvermijdelijk op ons af. Ik denk ook eens waar Floor net op wees met al die discussies die aan het schuiven zijn. Naarmate we minder auto gaan gebruiken, en dat zie ik om me heen gebeuren, bij onszelf bijvoorbeeld, wordt natuurlijk ook de vraag waarom alle bewoners voor de deur een auto willen hebben staan. En als je die dan toch niet zo nodig hebt, dan is het ook wel heel prettig als die er niet staat. Want dan kunnen we daar andere dingen doen met de ruimte. En ik denk dat een belangrijke discussie is die gaat komen. En die voor heel veel bewoners die zonder auto zijn, enorme voordelen met zich brengt. Ook financieel. Nou, je ziet dat in die zin de manier waarop we kijken naar autogebruik natuurlijk heel erg aan het veranderen is vergeleken met 20 jaar geleden, waarin het vanzelfsprekend was in principe dat je gewoon een auto nodig had ook. Ik bedoel, er worden ook allerlei andere mogelijkheden geboden in die zin. En Snapcar bestaat volgens mij al zeker al 10 jaar. Hoe lang bestaat dat al? 7 jaar. Nou, in ieder geval langer dan dat. Het groeit nu allemaal snel. Ja, en je wordt gedwongen inderdaad om op nieuwe manieren te kijken. OZB vind ik wel heel radicaal voor zo'n avond als deze. Maar ik bedoel, radicale voorstellen waren nodig. Precies, daarom. Dat is ook heel erg. Het is wel waar dat je binnen de dienstruimte en duurzaamheid hier bij de gemeente is iedereen altijd heel gefascineerd door inderdaad steden als Tokio en Hongkong en de echt grote steden van deze wereld waar natuurlijk niemand een auto heeft en daar moeten we helemaal naartoe. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens, want wij zijn gelukkig Amsterdam en geen Tokio. Daar zou ik nooit willen wonen. Het is evident dat voor jongere generaties dat autobezit nog minder belangrijk wordt, zoals allerhande bezit nog minder belangrijk wordt. En daar zullen ook het verdwijnen van de auto's steeds verder. Het zal heus niet helemaal verdwijnen, maar dat hoort er echt bij. Ja. Tot slot, mevrouw Dijksma, nog 2 vragen. De eerste is, kijk, los van die prijzen, wat een redelijk prijs is. Is het wel iets waarvan u zegt, daar zullen we aan gaan moeten schuiven aan het bezit van een auto in de stad? Zeg maar, want nu de parkeertarieven verhoogd, maar niet de vergunningen voor mensen die een auto hebben. Is dat wel iets wat onvermijdelijk is? Nou, het begin misschien vergis je niet. Hè? Die bezoekers zijn voor een deel ook gewoon Amsterdammers. Hè? Dus het is niet zo dat de Amsterdammer niet getroffen wordt door hogere parkeertarieven. Nee. Dus dat is één ding wat ik erover wil zeggen. En het tweede is, natuurlijk betekent het feit dat je openbare ruimte hebt, dat die duur is, dat je altijd moet blijven nadenken over volgende stappen, maar andersom. We hebben niet voor niets gezegd van we beginnen gewoon nu vooral met oog op
Wat willen we bereiken met het verhogen van die tarieven? Namelijk ook een autoluwere stad en ook met name de bezoekers daar, ook Amsterdammers. Toch confronteren. En je moet wel ook voorzichtig zijn in de spankracht van wat je uiteindelijk doet. Dus als je gewoon economisch kijkt, en ik bedoel, Koen is vooral ook econoom en dan heeft hij dan volstrekt gelijk, dat de prijs die je voor openbare ruimte betaalt relatief laag is. Maar andersom, de kernvraag weer van Floor, van wie is de stad? Hè? Ja. Ook hier geldt, dat spreekt de sociaaldemocraat ook. Je moet natuurlijk ook wel blijven nadenken over voor wie blijft dan die auto wel en niet betaalbaar. Want voor één bewoner is het verhogen van een parkeervergunning, nou ja, iets wat hij misschien nauwelijks merkt, is een maandelijke uitgave. Ja. En voor iemand anders kan dat wel een nekslag zijn, terwijl die wel ook een auto nodig heeft. En het is dus niet zo dat de agenda autoluw een anti-auto agenda is. Hè. Ja. Het gaat veel meer over de vraag, hoe zorg je voor een betere inrichting? Misschien moeten we het woord veranderen. Ruimte. Agenda, ruimte. Veroveren. Heb ik heel lang over nagedacht. Kijk, ik denk dat dat niet helemaal de goede weergave is. We praten heel veel over de betaalbaarheid van de stad. En dat de stad voor heel veel mensen heel moeilijk. Dus gewoon duur wonen in Amsterdam. Een huis kopen of een huis huren in Amsterdam is een hele dure bezigheid geworden. Gedeeltelijk is dat voor mensen die geen auto hebben, dat zijn er veel. Ook omdat ze meebetalen aan de parkeerplaats van de mensen die wel een auto hebben. Dus dat is een knop om het ook naar beneden te draaien. Dus anders gezegd, juist vanuit een sociaal-democratisch perspectief, is de grote vraag waarom je mensen die geen auto hebben, en er is in de stad goede reden om geen auto te hebben, waarom je die wel mee laat betalen voor die parkeerplaats. Dat is denk ik de kernvraag waar we hiervoor staan. Het laatste wat ik wilde, we kregen een heel interessant, sympathiek initiatief van iemand die zei, eigenlijk de Fietsersbond, die zei, hoe gaan we nou voor zorgen als we het hebben over ruimte herwinnen, dat bijvoorbeeld die Noord-Zuidas, dat is de Wieboud, Weesper, Valkenburgerstraat, Eitunnel, Nieuwe Leeuwardenweg, elke zondag een speelstraat wordt. Ja. Als het over ruimte herwinnen hebben, sympathiek initiatief. Is dat iets wat jullie overwegen? Nou, ik heb tot nu toe alleen maar via de media dat voorstel gezien. Dus ik heb het nog niet langs zien komen. Zo invloedrijk zijn de media dus niet als het daarin staat dat het nou, tegen gebeurt. Nee, dat zegt verder niks. Kijk, op zich het idee van veel meer speelstraten en mensen ook in de buurt veel meer eigenaarschap geven over wat gebeurt er met je straat is goed. Dus inderdaad sympathiek. Tegelijkertijd, het moet uiteindelijk ook wel kunnen. Ja. En wat je met name bij die straten ziet, er zijn de straten waar ik de meeste zorgen over heb. Want de bewoners, ik ben bij een paar straten ook geweest, bijvoorbeeld de Valkenburgerstraat, zie je dat bewoners echt ongelooflijk veel last hebben van het enorme, van de enorme hoeveelheid verkeer daar. Ja. Gigantisch. De luchtverontreiniging is heel erg hoog. Dus dat vraagt wel om ingrijpen. Maar als we dat doen, dan is mijn dilemma, daar loop ik gewoon tegenaan, dat ik voor een deel die verontreiniging en die overlast gewoon keihard verplaats naar weer een andere straat. En daarmee los ik het probleem dus niet op. Ik verschuif het en ik geef het cadeau als het ware aan anderen. En zolang je daar niet een sluitende oplossing voor hebt, blijft het wel lastig. Maar het is niet zo dat we daar niks kunnen. He, dus we zijn nu wel aan de slag om te zien van wat onder het motto, je moet nooit vragen wat kan er niet, maar vooral wat kan er wel. He, wat kunnen we nou bijvoorbeeld bij de Valkenburgerstraat doen en op een aantal van die andere autoroutes, want dat zijn het, om de leefbaarheid in die straat gewoon drastisch te verbeteren. En daar, linksom of rechtsom zal daar toch iets moeten gebeuren. Ja. Zijn er vragen vanuit de zaal? Ja, even kijken hoor. Ik zie een aantal mensen. Ik kom naar u. En is daar ook een vraag? Ja, ik kom ook naar u. Boudewijn Sloek van de Fietsersbond. Nou, wat een toeval. Ongelooflijk. Heel goed. Ja. Waar het eigenlijk om draait, de metro die eronder rijdt, 5 keer zoveel mensen vervoert die. Dus de ruimte is er gewoon. Dus als je de Oostlijn hebt. En een van de dingen van wat gewoon heel maatgevend is, als we naar de stad kijken, pas bij de Ringweg wordt de stad ingericht voor de auto. Daar voorbij. Dus binnen de ringweg, die mensen die hebben nooit gedacht dat er zoveel auto's zijn. Dus laten we iets aanpakken. En op het moment dat je die as aanpakt,
En van, het kan gewoon op de ring liggen. Ja. En van, je bent daarvan verlost. En het andere is van, ik heb nog meegemaakt dat in de Kalverstraat auto's reden, in de Leidsestraat auto's reden. En van, dus ik weet gewoon dat het verkeer, het gaat niet ergens anders rijden. Nee, je beperkt het en van het vervoer blijft gewoon nagenoeg gelijk. Nee, maar weet je dat er ook in de inrichting van onze stad meer dan we nu al kennen knips komen. Oh, u gaat ook iets geven. Oh, ja. Ja, nou, ja. Hè. Kijk, dankjewel. Goed zo. Dat die inrichting van die straten anders moet worden, dat is een ding wat zeker is. En dat geldt voor echt meer plekken. We zijn nu met de Haarlemmer Houttuinen met een vergaand idee bezig om ook daar bijvoorbeeld de fietsers veel meer ruimte te geven. De brug weg krijg je in de goede zin van het woord, als je hem helemaal inricht, een soort fietsroute vanaf CS naar Haarlem. Op veel meer plekken zul je knips, waar we nu ervaring mee hebben opgedaan, gaan krijgen. We gaan ook toe naar een andere herinrichting. En het hele fenomeen van de speelstraat, die moet daar ook absoluut een plek in krijgen. Dus daar zijn we het al over. Oké, die moet daar absoluut een plek de in krijgen. De volgende vraag is, hoe doe je dat precies en waar? Ja, even kijken. Ik had u beloofd, hè? Ja. Ja, en dan kom ik naar u en naar u. Ja. En dan laatste vraag is voor, ik heb alleen maar mannen gehad. Ik wil eigenlijk, u mag ook nog, en dan met u. Ja, want dan eindigen we ook met iemand anders eens een keer dan al die mannen. Ja, die van harte welkom zijn hoor. Ja, nou, dankjewel. Ja. Ik ben Amsterdammer, voetganger, fietser, maar ook autobezitter. En als ik zo een beetje om me heen kijk en de gesprekken hier hoor over autoluw, de auto's nemen geruimte in, ze over luchtvervuiling. U maakt zich zorgen. Nou ja, nogal ja. Ja. Ik voel me bijna met pek en veren in Amsterdam uitgejaagd. Oh ja, dan heb ik ook nog iets lelijks gezegd over mannen. Ik ben van harte welkom. Nee, dus de vraag is, meneer Teulings heeft daar misschien antwoord op, zijn er ook economische baten aan automobiliteit en bijvoorbeeld sociale baten? Ik heb een dochtertje wat hockeyt. Ja. En ik neem 4 hockeymeisjes mee om om 8:30 op zaterdagochtend in Hugowaard te zijn als we uitspelen. Ja. Dat gaat echt niet lukken met welke nog door te trekken Noord-Zuidlijn. We willen nog wel eens naar de IKEA. We willen, weet je, ja. Ja. Nee, maar daarom... Waar woont u? Aan de Nassaukade. Ja, aan de Nassaukade. Dat is een moeilijke plek. Nee, maar kijk, er zijn natuurlijk enorme baten aan de auto. We hebben er gewoon ontzettend. Het gaat allerlei dingen die je wel kunt bereiken met de auto, kun je niet bereiken met openbaar vervoer of alleen met de grootst mogelijke moeite. Dus dat gaat praktisch niet werken. Dus de auto zal niet morgen volledig uit de stad verdwijnen. Maar het gekke is, ik was in 92 betrokken bij Jeroen Saris als toen wethouder. Die had de positie die mevrouw Dijksma nu heeft. Toen vroeg hij mij om te helpen bij het referendum Amsterdam autovrij. En toen dacht ik ook, dat heb ik toen gedaan, maar met een beetje aarzeling. Want is het wel goed voor de stad dat we de auto zo ver terugdringen? Nou, sindsdien hebben we de auto enorm teruggedrongen. En de stad is als nooit tevoren gaan floreren. En datzelfde geldt voor 2 andere steden in Nederland waar de auto ver is teruggedrongen. Groningen en Utrecht. En dus op een of andere manier, meer dan ik had durven hopen, en minder dan ik heb gevreesd, is gewoon de stad. Ja, stad en de auto zijn geen vrienden van elkaar. Ja. Dat is wel iets wat we ons op een of andere manier moeten realiseren. Mevrouw Dijksma, misschien kort nog even het andere is. Die meneer zegt, ik heb hockey en de kinderen. Ik ben het hiermee eens. En tegelijkertijd, je moet altijd blijven nadenken over hoe je voor mensen voor wie het noodzakelijk is, ook wel mobiliteit blijft organiseren naar hun eigen keuze. Maar het kan wel betekenen dat bijvoorbeeld de wijze waarop je auto geparkeerd staat, kijk naar wat we nu in de Frans Halsbuurt doen, het niet meer pal voor je deur is. Dat zijn wel de consequenties die ook soms vast kunnen zitten aan de keuze voor een autoluwe stad. Hè, wat mijn ervaring is, bijvoorbeeld ook soms ondernemers die heel terughoudend zijn of bang zijn op het moment dat in hun gebied de straat autoluw wordt, omdat ze vrezen voor hun omzet, vaak later op het moment dat dat gebeurd is daarop terugkomen, omdat ze zien dat het een heel nieuw bijna elan met zich meebrengt voor ook wat er in hun winkel gebeurt. Hè, dus het is niet alleen maar negatief en het blijft maatwerk. Ja, we gaan naar de laatste 3 vragen. Meneer, u was aan de... Oh, sorry mevrouw. Hallo, mijn naam is Gerard Rikkelman. Ik wil eigenlijk aanhaken bij het verhaal van Floor, waar ze het had over de openbare ruimte en het autoluw maken van de stad.
ook de opmerking dat je je af kan vragen wie het op dat moment gaat invullen als het oud en luw is. Vind ik heel interessant. Ik rij al 25 jaar door de stad. Ja. Met 2 pk. Die zijn vorig jaar afgeschaft door de gemeente. Ik klop naastig op de deur om te vertellen wat de consequenties daarvan zijn. Ik had mijn dieren die 10 jaar voor me gewerkt hebben, had ik willen vervangen in 2018. Al mijn paardenbranchecollega's zeggen, je kan er 5 jaar mee doorrijden. Als ik er 5 jaar mee doorrij, zijn ze op. Ik had ze kunnen vervangen met een klein krediet. Ja. Na de reclame van het gemeentehuis kon ik nergens meer een krediet krijgen. Ik ben noodgedwongen. Wat is uw vraag? Mijn vraag is, ik hoor u het hebben over fluistergesprekken. En ik zie hier, ik heb het rapport gelezen, Stad in Balans, waarin bij punt 4 staat gesprekken met ondernemers. Er wordt gewoon helemaal niks gesproken. En het geld om mijn dieren te vervangen heb ik niet. Ik ben gedwongen om te stoppen en tegelijkertijd gedwongen om door te gaan. 1 april houden mijn inkomsten op, doordat de standplaats is verdwenen. En maar mijn facturen lopen door. Ik moet mijn dieren euthaniseren. Als gemeentebeleid. Ik deze meneer vertelt een hele concrete... Want u kijkt me vertwijfeld nou ja, aan. Ja, ik denk dat ik het wel weet. Maar mevrouw Dijksma, is ja, dit nee, dit iets waar om, u iets mee kan? Dit gaat over, u heeft vermoed ik paardenkoetsen, right? Op de Dam, of niet? Ja. Ik ben gewoon een burger. Ja. Die zijn geld verdient met 2 paarden door de stad. Nee, dat snap ik. Nee, u heeft de situatie heel goed uitgelegd, denk ik. Er is door het vorige college, dus dat is niet nieuw. Hè. Dat is al een tijd geleden aangekondigd dat men een aantal vormen van wat oneerbiedig, daar wil ik u niet mee beledigen, maar dat was de term van pretvervoer, hè, dat men daar eigenlijk van af wilde. En dat geldt niet alleen maar voor de paarden. Ik vind het inderdaad oneerbiedig. Dat snap ik, maar... Dat zegt mevrouw Dijksma er ook bij. Dat zeg ik erbij. Ja. En, dat het in die nota stond. Men wil daar van af. Maar volgens mij beantwoordt mevrouw Dijksma uw vraag ook met respect. Maar moet u even... En daarvan is al dus eerder in het vorige college een aankondiging gedaan. En in principe lopen de vergunningen af. En we gaan heel binnenkort, want dit speelt niet alleen maar voor u hè, als ondernemer. Maar het speelt ook nog voor een aantal mensen die een soort fietstaxivervoer bijvoorbeeld organiseren. Daar is ook veel onrust en onzekerheid. Ja, nou ja, ik kan me voorstellen misschien dat... Maar mijn antwoord is dus dat wij heel snel nu gaan communiceren op welke wijze wij voor april duidelijkheid gaan bieden over wat er moet gebeuren. En is er een plek waar deze meneer naartoe kan als hij zegt, ja weet je, ik heb daar toch vragen over, ik wil daar toch over door... Ik ben bij het presidium geweest en die heeft beloofd dat de gemeentesecretaris contact met me op zou nemen. Ik heb met Rick Toorn het presidium gesproken, die was geschrokken over hoe dit allemaal... Ja. Maar goed, u heeft duidelijk, volgens mij als ik u hoor, behoefte aan contact hierover vooral. Omdat u uw verhaal duidelijk wil. Ja, maar dat gaan we gewoon... Ja. Beloftes. Ik kan er niks meer bij. Nou, laat ik het ook zeggen, er is echt, bedoel, daar kan je het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Al heel lang gecommuniceerd, ook al onder een vorig college, dat men ermee wilde stoppen. He, dus dat is geen verrassing, alleen wat er nu aan de hand is... Ja, u zegt van niet, maar dat staat gewoon op papier. Goed, nee, maar meneer, wij kennen deze kaas niet. U heeft uw punt... Ja, ja, ja. In die overperiode had ik van mijn eigen geld nieuwe alternatieven kunnen ontwikkelen... Ja. Op het einde van mijn bedrijf. Maar mijn voorstel is dat ik ga ervoor zorgen dat u in contact komt... met een aantal mensen waarmee u dat gesprek... En goed, dat hoeft niet via het presidium. Ja, en er zitten hier 90 getuigen bij, maar ik denk dat dit, volgens mij is dit helder wat u zegt. Dank voor uw verhaal en volgens mij hebben we hier, nou ja, die toezegging dan binnen. Meneer, en dan kom ik naar... Dank u wel, mijn naam is Bernard Witsel van de Stichting Pleziervaart. Dank voor de uitnodiging. Ik heb geen auto, wel een boot, dus dat scheelt alvast weer. U heeft een nieuwe nood ervaren, die is net al een aantal keer ter sprake gekomen. U zei ook dat u met uw tegenstanders dat u die liever niet in een wurggreep heeft. Ik durf wel te stellen dat u de Amsterdamse pleziervaart dat u die wel in een wurggreep hebt, zodat het nieuwe beleid er nu ligt en dat dan in april in zou gaan. Dat is niet alleen mijn mening en van onze stichting. We hebben nu honderden donateurs. We hebben een petitie die nu 11.000 keer is ondertekend en dat zullen nog veel meer worden. Maar ook de twee grootste watersportorganisaties van Nederland, de HISWA en het Watersportverbond,
die hebben zich tegen deze maatregelen uitgesproken. En ik denk dat ze overtuigend zijn weerlegd als niet effectief en vooral symboolpolitiek. Heeft u een vraag of wilt u een punt maken? Mijn vraag aan u is hoe nu verder? Nou, ik zou zeggen, ik begrijp dat onderdeel van de petitie is dat u graag een gesprek wil. Daar hoeft u geen petitie voor te starten, dat kunt u gewoon krijgen. Bij deze. En vervolgens gaan we hoe verder. Het voorstel zoals dat gedaan is, is in de inspraak geweest. Daar heeft dus iedereen ook op kunnen reageren. Dat is ook veelvuldig gebeurd. En dat betekent dat in de komende weken wij op alle maatregelen gaan kijken van wat is de reactie geweest van mensen. Wat gaan we daarmee doen? En gaan wij door met ons voorstel zoals dat was of passen we dat aan? En dat is het de fase waar we in nu zitten. Ik wil wel één ding, als dat mag, bijzeggen. Want een aantal van de maatregelen die erin staan zijn weliswaar maatregelen die tot heel veel discussie leiden. Maar die zijn ook wel erin gekomen omdat de problematiek waar we tegenaan lopen echt groot is. En een van de problemen is dat we heel veel, bijvoorbeeld illegale verhuur zien van plezierboten die commercieel worden ingezet. En dat is niet, want dan roept iedereen, nou dan ga je toch beter handhaven. Nou, ook al zou ik 20 keer zoveel handhavers inzetten als dat ik nu heb, dan werkt dat toch niet. Als bijvoorbeeld de schippers van dienst afspraken met hun klanten maken dat zodra een handhaver in de buurt komt, er sprake is van we zijn allemaal vrienden van de kapitein. He, dus er zit ook in de wijze waarop dit moment de grachten gebruikt worden een groot probleem. En daar zullen we met elkaar wel iets aan moeten doen. Dan wil ik één mini vervolgvraag stellen voor die meneer. U zegt die inspraak is nu afgerond, maar we willen nog wel in gesprek. Wat betekent dat dan? Betekent dat dat daar nog ruimte is in het gesprek om met elkaar... De inspraak is in die zin afgerond dat iedereen die een opvatting heeft, die nu heeft kunnen aanleveren, maar daarmee is niet het bestuurlijke besluit van Precies, het proces. Precies. Nee, maar dat is om even aan te geven dat u echt aan tafel wil om ook daar... Floor. Nee, maar het is goed. Ik vind het goed om het gesprek te hebben, maar wat ik hier maar wilde zeggen is, het is niet alleen maar een gesprek dat ik waarschijnlijk te horen krijg dat allerlei voorstellen niet oké zijn. Ik ga ook wel een paar dingen terugzeggen. Ja. Nee, ik zei dat u eufemistisch was, maar u bent eigenlijk enorm helder vanavond. Floor Milikowski. Gerard, toch? Ja, zeker, dat weet ik. En mijn kinderen mogen bij jou een keertje gratis meerijden. Precies, zo gaat dat hier in Amsterdam. Maar het is natuurlijk, ik bedoel, we hadden het net over, er komt een moment dat je pijnlijke besluiten moet nemen. En pijnlijke besluiten, daar ben ik absoluut voor op het moment dat het inderdaad te veel wordt. Want we hebben gewoon heel veel laten gebeuren en alles kon heel lang en we hebben alles laten groeien. En er worden nu een aantal individuen, groepen worden de dupe van de pijnlijke besluiten die worden genomen. Dat betekent ook dat je eerlijk en goed zorg moet verlenen, vind ik, naar de gedupeerden toe. Dus ik hoop dat hier echt, ik bedoel, hier wordt iets gezegd van ja, we gaan en zo. Maar ik vind iemand die 25 jaar lang met zijn paarden door de stad reist en nu, of rijdt en nu de dupe wordt van de enorme opkomst van massatoerisme waar hij niet debet aan is. Daar hoort gewoon goed mee gepraat te worden. En dat geldt ook voor mensen met boten en die op anderen die inderdaad nu de dupe zijn van die maatregelen. Dus blijf met elkaar in gesprek. Maar goed, die twee toezeggingen hebben we gewoon met z'n allen binnen. Dus de laatste vraag is voor u, mevrouw. Of is toch... Het was net al een beetje verwarring van is het nou agenda autoluw of is het agenda openbare ruimte? Ik woon in de Frans Halsbuurt, dus ik heb die fantastische parkeervrije buurt. En we hebben een garage waar al die auto's nu in staan. En wat wij merken is dat veel meer bewoners, en dat zeggen ze ook, nu vaker de korte ritjes met de auto's gaan doen. Want ze komen terug en ze hebben toch wel een parkeerplaats. Wat je dus merkt is dat het eigenlijk het autoluw maken van de buurt stagneert door de bouw van die garage. Ik zou wel willen weten van mevrouw Dijksma hoe ze dat ook ziet met bijvoorbeeld een Singelgrachtgarage. Ook een Willy Brodders garage hangt nog in de lucht. In hoeverre past dat bij autoluw of is het gewoon de openbare ruimte? U ziet niet het aantal auto's afnemen of u ziet het met minder auto's te vervoersbewegen? Willen we parkeervrije stad, willen we autovrije stad? Wat is de bedoeling met de... Maar misschien is het goed om hier iets van te kijken. Die Albert Kuip garage, want daar hebben we het nu over. Die was voor deze inzet van het weghalen van de 600 parkeerplekken in de Frans Halsbuurt eigenlijk vrij reddeloos niet rendabel. Want dat ding stond gewoon voortdurend leeg. Wat we nu zien, en dat is groot succes zou ik zeggen, is dat al die auto's die eerst in het straatbeeld stonden, keurig netjes in de Albert Kuip staan en de bezettingsgraad is over de 80%.
Dus daarmee hebben we bewerkstelligd dat ondertussen... Het is nog niet heel erg mooi. Ik was er laatst even stiekem om te kijken, gewoon even te gluren van hoe ziet het er nou uit. Nou, er mag nog wel meer groen komen en dat is ook tijdelijke inrichting. Hè. Dus er komt helemaal nog een proces met de hele buurt om opnieuw te praten van hoe gaan we eigenlijk die straten herinrichten. Waar zijn de laad- en de losplekken nodig? Wie heeft de gehandicapte plekken? Blablabla, et cetera. Maar wat je dus ziet is dat deze garage een functie heeft om het blik van de straat te halen en onder de grond te stoppen. En dat is goed. Maar het is alleen maar succesvol op het moment dat je dus ook een plan hebt om daadwerkelijk die plaatsen uit de openbare ruimte op straat te halen en daadwerkelijk elders te stoppen. Dus daarom is bijvoorbeeld de Willy Broerders garage nu nog geen besluit overgevallen, omdat we daarvoor dat plan in die buurt nog niet hebben. Ja. Dus inderdaad, die twee dingen hebben met elkaar te maken. Ook hier geldt, parkeergarages kunnen een functie hebben in een autoluwe stad, maar er moet wel ook echt beleid gevoerd worden op de noodzaak om die plekken dan te verplaatsen. En daarom gaat de gemeente bijvoorbeeld zo graag in onderhandeling over plekken bij Amsterdam CS. Omdat we de nieuwe Zijds Voorburgwal aan het herinrichten zijn. Daar komt heel veel groen. Daar komt echt een totaal ander aanzicht van de stad. Met heel veel minder parkeerplaatsen in het straatbeeld. Maar voor een deel kunnen we natuurlijk mensen die een vergunning hebben niet gewoon van de een op de andere dag zeggen, nou, toedeledoki, hè, red je er maar mee. Dan zullen ze daar wel een alternatief moeten bieden. En daarvoor doen we dit soort zaken. Ja. Goed. Volgens mij gaan we het hier maar afronden. Mevrouw Dijksma, het mag duidelijk zijn. Het onderwerp is aardig in beweging. Zeker. Komt een hoop los. En volgens mij, we hebben twee deltaplannen opgesteld. We hebben een aantal toezeggingen gedaan. Het zullen ook niet de laatste zijn. Het zullen ook niet de laatste zijn. En nou, een beetje haast is geboden, maar het klinkt alsof u het gaspedaal aan heeft staan. Om dan toch maar een autometafoor te gebruiken. Maar dan wel elektrisch. Ja, een elektrische autometafoor. We gaan zo nog even luisteren naar Meerte Hartland. Maar voor nu wil ik jullie mogen daar weer gaan zitten. Heel hartelijk danken. Dank Floor Milikowski, Koen Teulings en Sharon Dijksma. Voordat u allemaal naar de bar gaat, is het altijd goed om op het einde, als we met elkaar in gesprek gaan, nog even rustig de gedachten op een rijtje te zetten voordat we dat welverdiende biertje of colaatje gaan drinken. Daarom hebben we Meerte Hartland gevraagd. Zij is singer, songdichter en ze heeft voor vanavond een stuk uitgekozen. En ze zal dat laten horen. Geef een warm applaus. Meerte Hartland. Amsterdam, de haat, de liefde, de ergernis, de schoonheid. Wie van jullie woont ook in Amsterdam? We zijn hier onder Amsterdammers, begreep ik. Dus. Oké. En wie woont hier al zijn of haar hele leven? Dus er zijn veel mensen, wauw, ook best nog. Nou, niet zo heel veel. Er zijn dus veel mensen die hier naartoe zijn verhuisd. En zo ook ik, 15 jaar geleden. Het begon allemaal, 15 jaar geleden, met een spannende gedachte waar ik mee speelde. Tot ik haar Amsterdam tijdens een potje doen en de waarheid mijn bewondering verklaarde. Ik zei, jij bent ondanks jouw gekte toch de mooiste van het stel. En ze lachte, want wie ben ik? Ik ben ondanks haar gekte net zo grenzeloos als zij. Ook ik weet niet hoe te stoppen met drinken als ik eenmaal ben begonnen. Dus ik dronk. Ik dronk. Ik dronk. Ik dronk de zoete bitter van haar lippen tot het ei. Maar als ik had geweten dat ik haar zou moeten verlaten, dan had ik het daarbij gelaten. Een eennachtsvlieg is ook fijn, of kan dat zijn, na een fles wijn maar. Ik ben haar vrouw in de maan, vruchtvlees. Ik ben een jongetje in de ochtend. Slaap ik nog altijd in haar buik als een kat op een bolletje. En ik ben met mijn koffers van ver gekomen. Een wereld verderop. En ik zoek wat. Tussen vettige muren en plakkende togen. Ken je me niet? Water in het licht van de ochtendzon, een plekje waar je ooit verdwijnen kon. Voel je dat? Er staan te veel deuren open. Vroeg je wat?
vochtige monden en brandende knopen. Nooit ben ik zo dichtbij geweest als jij naar me kijkt. Mis ik mij het meest. In de verte sjokt een trein, roestig, zwaar en langzaam zijn. Vul mijn hart met water kou, als ik je verlaten zou. Het krioelt in je hart. Langzaam over, doe dan wat. Morsige mannen met graaiende ogen. Nooit ben ik zo dichtbij geweest als jij naar me kijkt. Mis ik mij het meest. In de verte sjokt een trein, roestig, zwaar en langzaam zijn. Vul mijn hart met water kou, als ik je verlaten zou. Nooit ben ik zo dichtbij geweest als jij. Kijkt, mis ik mij het meest. Dankjewel. Ja, dankjewel Meerte. Voor nu sluiten we het hierbij af. Volgende maand zijn we er weer. Dan hebben we wethouder Marjolein Moorman over haar onderwijsagenda, maar ook haar armoede- en schuldhulpverleningsagenda. Ik hoop u dan weer te zien. Dat is op 25 maart. Voor nu een hele fijne avond en ik hoop u weer aan de bar te zien. En nog een hele fijne avond. Dank jullie wel. APPLAUS